My veins are rooted in Namibian soil. I was raised by the grace of nature's fate, the sand counting my hours, the desolate place, the empty spaces between towns, mountains like titans. Opening my sense of justice, I am a freedom fighter. I'll fight until I can't see the hours. I'll sing the tunes to enhance the powers and make the noise to break the towers. See, I was raised by the grace of nature's fate. When I cut the trees, I see a humbling demonstration of empathy. The woods and savannas are our cultural identity. As a Namibian, as a unique soul that is gifted with this world, I choose every day what I should do with it. Beauty destructed, I have furious anger of why God's gift is breaking. I make changes, I see the world through privileged lenses, and I fight the fight with misplaced tenses. With misplaced tenses. Of nature's fate, the sun counting hours, the desolate plains. I was raised by the grace of nature's fame. The sun counting hours, the desolate plains. I was raised by the grace of nature's fate. Serenity runs through my veins. I see myself strengthened by the baobab tree. When I need guidance, I speak to her truthfully. The roots of the world construct my soul, and I'm only free when I'm on the rock edge, gazing to the horizon. I'm only connected to my people when I feel free. The dunes in front of me, the air engulfing me, the ancestors, they speak to me. I sometimes struggle to identify my love for the outdoors with people. The world is beautiful without us creatures. The hatred divided my worldview. The rains of division made me estranged. And while I love the trips, oppressive regimes, I let myself sail down the Orange River streams. But I will never forget that nature was taken from me. Sold, exchange, gold exchange, paving ways for the hatred to break the race. Sold with no promise for a brighter day, it's corrupt to show a devil's face. Never mind the hate, I try to connect with the earthly promise. I try to connect. Of nature's fate. Serenity runs through my veins, and I see myself strengthened by the baobab tree. And when I need guidance, I speak to her truthfully. Hallo allemaal, een hele fijne avond. Mijn naam is Kantar, ik ben jullie moderator van vandaag. En dat doe ik met heel veel plezier. Welkom bij Klimaatstrijd in Crisistijd. Een reeks die georganiseerd is vanuit de klimaatbeweging om door te gaan. Coronacrisis of niet, economische crisis of niet. De grote klimaatcrisis is er nog steeds en we willen die graag samen nog steeds aanpakken. Deze bijzondere avond is georganiseerd door een mooie coalitie van Code Rood, Extinction Rebellion, Maastricht for Climate, FNV, Fridays for Future en Fossil Free Netherlands. En ik heb het genoegen vandaag een heel mooi programma aan jullie te mogen modereren en te presenteren. We gaan het vandaag hebben over de economische crisis en hoe die zich verhoudt tot de klimaatstrijd.
Dit panel is onderdeel van een reeks die we hebben georganiseerd. Die staan allemaal op YouTube. Zoek het vooral even op. Misschien komt er ook een linkje in de Zoom call. Je zult daar van alles en nog wat terugvinden. Over ja, staken in tijden van corona. Hoe kunnen we dat alsnog doen? Hoe maken wij gebruik van onze democratische grondrechten om een geluid te laten horen vanuit de klimaatbeweging? Maar ook hoe gaan we die energietransitie echt bereiken? En heel veel meer. Dus check vooral YouTube. En over YouTube gesproken. Vanavond wordt ook opgenomen en zal ook worden uitgezonden via YouTube en opgeslagen. Dus mocht je liever hebben dat je niet in beeld bent via Zoom, dan kun je je camera uitzetten. Kun je eventueel ook je naam wijzigen voor als je een vraag gaat stellen. Want dat willen we heel graag. Ik bedoel, we zijn hier met een kleine groep om voor te bereiden en deze avond vlekkeloos te laten verlopen. Maar deze avond gaat natuurlijk ook over jullie. De mensen die thuis aan het meekijken zijn, doe vooral mee. Wat ik zelf ook ontzettend leuk vond van de afgelopen panels was dat er hele mooie gesprekken op gang kwamen in de chat. Allerlei tips werden uitgewisseld, allerlei actieideeën ook. Maar voel je ook vooral vrij om vragen te stellen. Ik heb daar een heel mooi team bij dat me gaat helpen. En het is geen grap, maar ze heet alle twee Niels. Dus Niels en Niels aan mijn rechterkant zometeen. Die zullen mij dus helpen. Dus mocht je af en toe zo'n hand zien verschijnen in het scherm, dan weet je, het is een Niels. En heel blij dat zij vanavond gaan helpen daarmee. Dus stel vooral je vragen. Heb vooral commentaar op wat gaande is. Want deze reeks is echt opgezet om het gesprek gaande te houden. Om de bewegingsopbouw gaande te houden. Omdat wij ons niet eronder willen laten slaan door een crisis. We gaan gewoon door met z'n allen. En vanavond gaan we dat ook doen. En ik ben heel blij dat we mogen doen met een ontzettend mooi panel. Ik ga ze zo naar voren roepen. Maar voor ik dat ga doen, ga ik iets van jullie vragen. Want deze panels en de vorige panels worden met heel veel liefde georganiseerd. Heel veel vrijwilligers ook hier in de zaal die daar... Nou, niet heel veel. Weinig vrijwilligers hier in de zaal. Heel veel vrijwilligers achter de schermen die heel veel energie en tijd stoppen in het organiseren hiervan. Maar om zoiets neer te kunnen zetten, hebben we ook wel wat geld nodig. En mocht je dus willen bijdragen aan de bewegingsopbouw die op deze manier wordt gefaciliteerd, ook daarvoor komt een linkje in de Zoom call. Elke euro zal goed besteed worden aan het ontwikkelen van dit gesprek. En uiteindelijk ook een manier om terug te geven aan de klimaatbeweging. Dus mocht je wat kunnen missen, dan zou dat heel mooi zijn. Goed, dat gezegd hebbende, wil ik heel graag de drie gasten van vanavond uitnodigen. Ik zal ze wat later voorstellen. Stellen zometeen, maar een heel groot virtueel applaus vanuit huis voor Irene, John en Sietse. Ja, zullen we dat doen? Okay, de mensen hier die mogen elke keer klappen namens de Zoom call klappers, goed? En wat trouwens leuk is in de chat, stel jezelf even voor, zeg vanuit welke stad je komt, want we hebben gezien hoe leuk dat is en hoe mensen elkaar daar weten te vinden. Dus zie dit ook als een manier om even weer te connecten met z'n allen en goede klimaatenergie te voelen. Daar doen we dit ook voor. Yes? Oké. Okay. Nou, John, Irene en Sietse. We hebben een hele grote vraag vandaag over de economische crisis en de klimaatcrisis. En ik verwacht alle antwoorden. We gaan in anderhalf uur gaan we alles oplossen. Hey, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar ik ben heel blij om met jullie dit gesprek te mogen voeren. John, jij hebt vanuit de vakbond ontzettend veel ervaring. Jij bent daar campaigner. Jij bent betrokken geweest bij de klimaatmars, de klimaatacties. Ik kom jou vaak tegen, altijd een genoegen. Omdat het ook erg gaat om de verbinding, hè, van de vakbeweging, de vakbond, de klimaatbeweging. Die strijden aan elkaar te verbinden. En daar ben jij dus persoonlijk ook heel veel mee bezig vanuit de vakbond. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal zo meteen. Dus heel fijn dat je er bent. Ja. Dit is John van de FNV. Ja, heel leuk. Even zwaaien. Naast John zit Irene. Irene, op jou. Ik kom jullie allemaal vaak tegen, wat me altijd echt een genoegen is. Maar Irene, jij hebt gewoon een speciaal tussenjaar genomen om je in te zetten voor het klimaat. Tegen de klimaatcrisis. Dat is echt heel mooi. Want gewoon even al je tijd en energie daaraan besteden. Dat inspireert mij ook ontzettend. Je bent actief voor Code Rood. En voor systeemverandering, tegen de fossiele industrie. Dus heel mooi die backdrop. Dat zegt heel veel over waar jij voor staat. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal en hoe jij dus die actie ook verbindt met de grotere vragen van hey, de economische crisis, de klimaatcrisis, de coronacrisis. Hoe kunnen we daar als beweging op een goede manier mee omgaan? Dus heel tof dat je er bent. Irene, dankjewel. Dankjewel. En hier Sietse, jij doet mij een beetje aan mij denken, want op de middelbare school ging ik ook de straat op. Dus ik vind het altijd heel leuk, Sietse van Fridays for Future.
Jij bent in je eerste jaar op de middelbare school, ben jij ook al de straat opgegaan voor het klimaat. Nu nog steeds heel actief en betrokken. Jij zit bij het mediateam en je bent ook bezig met klimaat in de klas. Want onderwijs is heel belangrijk. Het verhaal van de klimaatcrisis. Het liefst willen we daar zo vroeg mogelijk mee beginnen. Elkaar daarin vinden en daarvan leren. Dus ik ben ook heel erg benieuwd over hoe jullie de wereld voor ons gaan redden. Voor in de toekomst. Dus heel fijn dat je bent. Sietse van Fridays for Future. Goed, nou dan gaan we bij jou beginnen, John. En niet omdat jij de oudste bent. Oh, gelukkig. Nee, John. Hey, jij loopt echt lang mee, hè, in de klimaat, in de vakbondsbeweging en de klimaatbeweging. Ja, vroeger als kamerlid inderdaad. En nu al jaar werkzaam voor de FNV inderdaad. Ja, precies. En wat ik hier, wat me heel interessant lijkt om het over te hebben is. De grote vraag van vandaag eigenlijk is, wat betekent de economische crisis voor de klimaatbeweging? En we gaan die vraag zo meteen afpellen. En wat we gaan doen is, jullie hebben elk 5 minuten om eerst een eerste statement te geven. Heel vrij, hebben we bewust gedaan, want we willen juist jullie persoonlijke ervaringen daarin horen. Maar vooral ook vanuit de ervaring die je hebt als organizer, campaigner of activist. Dus ik geef jullie allemaal even 5 minuten. De mensen thuis, mocht je vragen hebben, stel ze vooral even. En dan gaan we daar zo meteen bij terugkomen. Dus 5 minuten om even op dezelfde, op hetzelfde vlak terecht te komen en van daaruit het gesprek te voeren. Goed, nou, dan begin ik bij jou. John? Ja, ik denk in de eerste plaats dat als je praat over de economische crisis, dat je niet alleen kan praten over deze crisis duurzaam. Dus de crisis is al veel langer gaande in mijn ogen. En ik denk dat het meest tot verbeelding spreekt als je dat terugneemt naar de financiële crisis van 2009. Wat je toen zag gebeuren is een totale ineenstorting van het financiële stelsel. Dat er echt voor miljarden, voor duizenden miljarden wereldwijd werden gepompt in de economie. Aan alle kanten werd er bezuinigd, dat moeten we niet vergeten. Heel veel mensen hadden er last van, verloren hun baan. En juist doordat die miljarden in de economie werd gestopt, konden een paar mensen daar heel rijk van worden. Echt heel erg rijk. En terwijl heel veel mensen aan de onderkant van de samenleving daar echt de dupe van waren. En dan niet alleen Nederland, maar ook in het arme zuiden. Laat dat alsjeblieft niet vergeten, in de Verenigde Staten. En de afgelopen jaren hebben we gezien dat die economie weer steeg, hè, om het zo maar even versimpeld te zeggen. En dat steeds meer mensen een baan kregen. Maar tegelijkertijd tegen wat voor voorwaarden. Heel veel mensen kregen een flexbaantje. De lonen gingen niet echt enorm omhoog. Heel veel mensen konden hun huur niet meer betalen. Huizen werden onbetaalbaar voor mensen. En wat je eigenlijk ziet gebeuren, is, daarom noem ik het kapitalisme op zichzelf een crisis, is dat het kapitalisme bestaat eigenlijk uit een heel erg kortstondig winstbejag van aandeelhouders, de capital of industry, de grote vervuilende bedrijven. En wat ik net zei, daar hebben de mensen last van, maar ook het klimaat. Het meest typerende vind ik dat de poolkappen aan het smelten zijn. En de eerste waar naar wordt gekeken is daar olie te vinden? Terwijl het juist diezelfde olie is die juist zorgt dat de poolkappen smelten. Yeah. En daarmee zie je dat eigenlijk het hele kapitalisme een zichzelf vernietigend systeem is, als het ware. Yeah. Maar ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling. Maar als je dan nu kijkt in deze tijden, waar er eigenlijk dus weer een versnelling en een vererging van die crisis plaatsvindt door een pandemie, zie je dat bedrijven heel weinig vet op de botten hebben om dat te overleven. Er worden weer voor miljarden euro's aan in de economie gestopt. En in eerste instantie was het om banen te redden en nu zie je ook dat banen verdwijnen. Mm. Heel simpel. Maar wat je daarmee ziet gebeuren is dat wat wij natuurlijk in de klimaatbeweging proberen te doen, is het klimaat redden. Zo simpel is het eigenlijk. Maar dat gaan we niet redden als we een 100 of 1000 of 100.000 mensen op straat hebben staan. In mijn ogen zou dat een enorm grote beweging moeten zijn. En daar zit mijn zorgenpunt als het gaat over deze crisis, is dat wat je nu ziet gebeuren, is dat omdat mensen in een armoedeval terechtkomen, en dan praat ik niet over een klein armoedeval, maar over een enorm armoedeval, is dat heel veel mensen in de overlevingsstand gaan staan. En ja, daartoe Brecht zei het al eens van eerst het eten, dan het moraal. Op het moment dat je in de overlevingsstand gaat staan, heb je heel weinig aandacht nog voor wat er in je omgeving gebeurt. Want het enige wat je wil, is nadenken over van hoe ga ik de volgende dag overleven? Hoe ga ik zorgen dat mijn kinderen naar school kunnen met een boterham? Hoe ga ik mijn huur betalen? Hoe zorg ik dat mijn huis wordt uitgezet? Ja. Hoe vind ik weer een baan? Ja, het is wel interessant wat je dan net ook noemde. Hè? Dus dat korte termijn denken, dus vanuit bedrijven en organisaties, dat eigenlijk deze problemen veroorzaakt, dat leidt ertoe dat mensen ook erg korte termijn gaan denken, omdat ze daartoe gedwongen worden. En dus minder oog en eigenlijk ook tijd hebben om voor het klimaat misschien iets te gaan doen. Ja, nee, precies. Ik denk dat we daar als klimaatbeweging, ik hoop dat we daar vanavond ook verder over kunnen praten. Ja.
er heel erg mee bezig moeten zijn. Dat we niet alleen denken aan hoe gaan we dat klimaat redden, maar dat we juist ook bezig moeten zijn met die sociaal-economische thema's. Juist om meer mensen aan ons te binden. Het ja. een kan niet zonder het ander. Ja. Er was eens een socialist die zei van het is socialisme of barbarij. En daarbij bedoelde zij van dat de barbarij werd veroorzaakt door het kapitalisme. Ja. Maar ja, die barbarij ontaart nu dadelijk in de totale vernietiging van de hele wereld. En ik letterlijk. Letterlijk. Dus we staan echt op dat kruispunt waar we moeten kiezen. Ja. En laten we als klimaatbeweging de wijs en realistisch instaan en zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen in deze beweging. Nou, dankjewel. Het lijkt me een hele goede afsluiting van deze eerste onderdeel. En wat jij het ook aangeeft, dat is denk ik ook wat onder andere zichtbaar is geworden met de Klimaatmars, dat de FNV daar ook heel expliciet onderdeel van de organisatie en de coalitie was. Juist met het idee van, we willen het best wat dingen sluiten. Heel belangrijk, maar laten we ook voor groene banen zorgen. Dus die toenadering vindt steeds meer plaats en hopelijk op lange termijn ook. En daar gaan we zo meteen ook nog over doorpraten. Ik hoop het. Ja, toch? Nee, daar zijn we vanavond. Eerst Irene. Hey Irene, ik zei net ook al over systeemverandering en dingen sluiten. Vervuilende industrieën sluiten. Daar voer jij natuurlijk ook actie tegen of voor. Het is maar hoe je het ziet. Kun jij ons een beetje meenemen inderdaad ook in die beweging of in die in dat samenkomen van verschillende sociaal-economische vraagstukken en het klimaatvraagstuk en hoe jij daar vanuit Code Rood en alle andere, ik weet dat je nog veel meer dingen doet in andere rollen en functies, hoe je daar rekening mee probeert te houden. En ik ben heel benieuwd. Ja, ik sluit me in grote lijnen wel heel erg aan bij wat John zegt. We moeten meer oog hebben voor de sociaal-economische problematiek die verweven is met de klimaatproblematiek. Ik wil wel eerst even zeggen, ik ben geen expert op dit gebied. Ik heb observaties gedaan en ik heb de afgelopen jaren als deel van de beweging veel geleerd. Maar ik sta ook nog in dat leerproces. En ik hoop dat we vanavond ook gewoon veel van elkaar kunnen leren. En elkaar in dit hele vraagstuk een stapje verder kunnen brengen. Maar ik denk, het kapitalisme en de economische crisis en crisis meervoud, die zijn zo inherent aan elkaar verbonden. Want die klimaatontwrichting die dendert maar door en daarmee wordt de leefbaarheid vernietigd of de garantie op leven wordt ermee vernietigd. Waardoor je automatisch in een economische crisis of een crisis omstandigheid terechtkomt. En over het algemeen raakt dit de mensen in de minder geprivilegeerde lagen van de maatschappij het hardste. Heb je daar voorbeelden van, Irene? Van waar kunnen we aan denken als het gaat om de mensen die het meest worden geraakt? Nou ja, op nationaal niveau zien we natuurlijk dat er veel flexcontracten zijn, veel baanonzekerheid, banen die letterlijk wegvallen. Op mondiaal niveau is het natuurlijk nog een veel groter verhaal van de grote vervuilers zitten in het mondiale noorden en de mensen die getroffen worden door oneerlijk klimaatbeleid en door de natuurrampen zitten over het algemeen in het mondiale zuiden. Dus er zit een enorme disbalans tussen ervaringen en verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En als we het hebben over nationaal niveau zien we dus ook heel erg dat de mensen die geraakt worden door oneerlijk klimaatbeleid, het klimaat van beleid van de overheid dat erg dominant inzet op individuele verduurzaming, dat voor veel mensen niet te betalen is. En de mensen die actief zijn in de klimaatbeweging, die over het algemeen een academische opleiding hebben gevolgd of afkomstig zijn van een meer middenklasse gezin. Er zit best wel een grote kloof tussen. Een ervaringskloof en een op het gebied van hoe ervaren wij de crisis, maar ook hoe zijn wij opgegroeid. Ja. En ik denk dat dat best wel schadelijk is voor hoe wij als klimaatbeweging een positie innemen en met welke informatie we aan de slag gaan. Mm-hmm. Want juist in crisistijd is het belangrijk dat wij invulling geven aan wat een eerlijke transitie is. Want klimaatrechtvaardigheid is juist ook heel erg in het belang van mensen die op dit moment dus getroffen worden door oneerlijk klimaatbeleid. Ja. Met onze Shelmas Vol-campagne hebben we al geprobeerd meer invulling hieraan te geven. Wat is een eerlijke transitie? Een van onze eisen is een eerlijke transitie voor arbeiders in de fossiele industrie. En dan kan je nadenken kan over. Het ook even over. Ja, precies. Bijvoorbeeld over gratis omscholing of inkomensgarantie. Maar ik denk dat dit nog wel
een breder gedragen of ja, breder genomen uitdaging is voor de klimaatbeweging. Wat zien wij als een eerlijke transitie? Het is vaak een woord dat we gebruiken in leuzen of in een praatje, maar wat bedoelen we daar nou precies mee? Ja, en ik denk een hele mooie vraag om over door te praten. Ja, dus zeker, deze houden we nog zeker. Heel even open. Ja. Wat ik ook opvallend vind aan wat je... Nou, opvallend, maar... dus dat, jij gaf net ook al aan het grenzeloos kapitalisme... eigenlijk in korte termijn denken... maar dus ook het grenzeloos kapitalisme als het gaat om... de verantwoordelijkheid die weg wordt geschoven soms... en in hoeverre dat nog eigenlijk eerlijk is. En even voor de mensen die thuis aan het meekijken zijn... mocht je denken, waar hebben ze het over? Kapitalisme, systeemverandering... allerlei termen. Schroom niet om die vraag in de chat te stellen. Ik heb wat ik net al zei, Niels en Niels, die staan paraat. Dus voel je alsjeblieft echt vrij om ook dat soort vragen te stellen. Van hé, waar gaat dit eigenlijk over? Want er zijn heel veel mooie linkjes die we dan met je kunnen delen om ook daarmee informatie over te krijgen. En wederom, andere vragen zijn ook van harte welkom. En laten we ook kritisch reflectief met elkaar zijn. Daar zijn deze gesprekken ook voor. Dus mocht je inderdaad denken van ja we praten al 10 jaar over eerlijke transitie. Volgens mij moet dit zijn. Laat dat ook vooral even weten. En dan komen we zo bij je terug. Oké, Sietse. Nou, we zeiden net al heel kort van, jij bent ook de straat opgegaan. Je bent zelf ook heel veel bezig geweest met die klimaattransitie. En hoe we dat eigenlijk zouden willen. Als jij dit allemaal zo hoort, hè, waar denk jij dan aan? En hoe vallen die twee werelden voor jou samen? Nou, ik denk dat de belangrijkste link tussen de klimaatcrisis en de economische crisis waar we nu in zitten, is dat eigenlijk, dat niet per se deze economische crisis, die voornamelijk als gevolg van het coronavirus komt, maar dat we ook door de klimaatcrisis in de toekomst steeds meer van dit soort grote economische crisissen kunnen verwachten. En dat dit ook eigenlijk een mooi moment zou kunnen zijn om wat we nu leren, ook in de crisis waar we nu in zitten, dat sommige dingen zoals meer thuiswerken en niet 3 keer per jaar op stedentrip gaan, dat er een heleboel dingen zijn die we kunnen doen, dat de coronacrisis daarin een kantelpunt kan zijn om door te gaan naar een betere toekomst. Alleen dat ook, dat de verbinding van alle sociale lagen is. Mm-hmm. Het belangrijkste dat we, want we moeten, en zoals ze net ook zeiden, dat de klimaatbeweging inderdaad grotendeels een beetje uit dezelfde bevolkingsgroepen komt. Mm-hmm. Dus dat we dat breed aanpakken, dat we bijvoorbeeld ook zien dat er nu onder studenten en een beetje twintigers, dat daar nu dat die vaak hard getroffen worden door de economische crisis nu, omdat die veel werken met flexbanen of in de horeca. Ja. En dat ze daardoor dat voor een beetje een opeenstapeling kan zorgen van verschillende crisissen. Het is wel interessant, hè, want zeg maar de generatie, dus de jongere generatie, de klimaatgeneratie die zich die het langst nog op deze aardbol moet rondlopen, die heeft er het meest baat bij dat die klimaatcrisis wordt aangepakt. En tegelijkertijd, op het moment dat je inderdaad met je studentenbaantje in een café, wat nu gesloten is, aan het nadenken bent, hoe betaal ik de huur van mijn kamer voor volgende maand, dan snap ik heel goed dat je denkt van, nu kan ik even niet zeg maar vrijwilligerswerk doen, of nu kan ik even niet in 100 Zoom-calls zitten over het klimaat. Ik moet even een manier vinden om aan de slag te gaan. En ook met school nu. Dat je niet naar school kan, dat schiet ook niet op. Kost ook allemaal heel veel tijd thuis. Wat geeft jou energie om dan toch door te gaan? Ik denk zelf wat mij motiveert is dat ik dat ik zelf ook uit een relatief geprivilegeerde positie kom. En dat het dat ik daadwerkelijk de mogelijkheden heb en ook heel veel steun uit mijn omgeving om dit te doen. Omdat, wat het ook een beetje is, dat ik in de toekomst, dat ik persoonlijk waarschijnlijk geen eens super veel last ga hebben van de klimaatcrisis. Alleen dat we het een beetje verschuldigd zijn aan de mensen die de frontale klap hiervan gaan oppakken. Bij FF gebruik ik vaak de term MEPA, Most Affected People in Areas. Yeah. Hetzelfde als Mondiale Zuiden. Yeah. Dat zij de klap heel erg op gaan vangen. Yeah. En dat we nog heel erg de mogelijkheid hebben met de klimaatcrisis dat we het nog kunnen stoppen. Ja. En dat de jeugd daarin een rol kan spelen, omdat wij inderdaad nog veel langer mee moeten doen met de aarde. Ja, wat ik ook mooi vind aan wat jij nu zegt, is iedereen vroeg net van wat is dan een eerlijke transitie? En we begonnen al op systeemniveau, dus kapitalisme en een andere verdeling moeten we naar kijken. Maar ik hoor jou ook zeggen, het gaat ook over
zelfreflectie over je eigen privileges en hoe je die dan kunt inzetten voor die eerlijke transitie en welke klappen misschien door bepaalde groepen beter opgevangen kunnen worden dan door anderen. Dus ik ben heel blij met hoe dit organisch op deze manier is gegaan. En hier zullen we dus de rest van de avond ook verder over doorpraten. We zullen zeker ook heel specifiek ook wat meer gaan kijken naar FNV, wat meer naar Code Rood, wat meer naar Fridays for Future. En ik kijk heel even, ik wacht eerst op mijn schema waar we staan. Ja, oké. Hebben we vragen? Of zullen we meteen naar de pijl? Want we hebben net al aangegeven, ik vind het heel leuk als jullie meedoen. Dus we hebben daar allemaal leuke dingen voor bedacht. Hou je telefoon daarvoor bij de hand trouwens. Dat is altijd het makkelijkst. We gaan zo met de Mentimeter wat stellingen met jullie delen. Dus voel je vooral vrij om mee te doen. Het is leuk. En dan ga ik even kijken of we vragen hebben. Nee, geen vragen. Willen we dan meteen de Mentimeter doen? Ja? Oké, dus voor degenen die nog nooit met een Mentimeter hebben gewerkt, dat is een interactieve online tool waarmee we dus op een hele leuke manier toch die publieksinteractie kunnen opzoeken. We zullen stellingen met jullie delen, die gaan over het thema van vandaag. En aan de hand daarvan kunnen we dit gesprek verder inrichten. Dus pak vooral even je telefoon bij en dan zal een link worden gedeeld in de Zoom-chat. Dan moet je op die link klikken, dan krijg je een code, voer je die code in en dan kom je terecht bij een pagina waar de rest eigenlijk voor zich spreekt. Klinkt ingewikkelder dan het is. En ik denk dat we inmiddels na een flink aantal maanden Zoom-calls best bedreven zijn geworden in al dit soort systeempjes. Dus pak je telefoon erbij, pak de stellingen erbij. Links, lukt het een beetje? Komen de antwoorden binnen? Ik heb nu de Mentimeter. Dan wachten we heel even. We hebben 3 stellingen. Ik zal ze even voorlezen. Dat is ook leuk om even gehoord te hebben voor degenen die misschien niet meedoen. De eerste stelling is: mensen die actief zijn in de klimaatbeweging moeten lid worden van de vakbond. Ik kom zo ook even bij jullie terug. Hè? Ja, John, verras ons en je moet gewoon een keer tegen zijn. Gewoon een keer voor de verandering. Niet voor de vakbond, maar voor de vakbond. Oké, die gaan we het zo over hebben. Heel goed, heel goed. We gaan de scherpte opzoeken. 2, klimaatbeleid gericht op individuele verduurzaming moet worden toegejuicht. Dus het credo van een beter klimaat begint bij jezelf. Dat is denk ik ook een beetje waar dit over gaat. Ben je het daarmee eens of oneens? We hebben het natuurlijk gehad over systemen. Welke rol speelt eigen verantwoordelijkheid daarin? En wat is wat jou betreft het zwaartepunt? Daar gaat deze stelling over. En de derde is: de klimaatbeweging moet zich expliciet anticapitalistisch opstellen. En over wat anticapitalistisch dan is, daar gaan we het zo denk ik ook nog even verder over hebben. Laten we het nu erop houden dat het zal gaan om een radicaal andere manier van onze economie inrichten. En dat daar het gesprek misschien ook iets vaker over gevoerd kan worden. Dat is nu dus aan de orde. Oh wow, ik krijg al door. Mag ik die even aannemen? Kijk, dit is super smooth. Komt er een laptop in beeld. En ik zie mezelf daar nu ook. Dat is heel grappig. Goed, even zien. Oké, ik schrijf even. Ja, even kijken. Oké, redelijk. Er zit nog beweging in. Weet je wat leuk is? Ik ga iets aan jullie vragen. Dat helpt mij ook om dit te duiden. De eerste stelling: mensen die actief zijn in de klimaatbeweging moeten lid worden van de vakbond. Nou, lieve mensen thuis, mocht je oneens hebben gestemd. Zet even een sterretje in de chat en dan gaan we één van jullie even het woord geven. Doe dat even, dan kunnen de Nielsen even checken. Wel, de laptop. Oh, er zijn toch 2 Nielsen, come on. De andere Nielsen laptop. Nou, zoals jullie zien, het gaat super smooth allemaal. Maar dat wil ik wel gezegd hebben trouwens. Je moet even voor de grap onze allereerste aflevering terugkijken. Dan zie je mij, achter mijn bureau en iedereen vanuit huis met een plant. Maar dit is leuk, toch? Dat we toch nog een beetje, dus dat corona enigszins ingedampt is. Dus ik hoop dat we heel gauw weer gezellig met z'n allen samen kunnen zitten. En dat ik gewoon naar jullie kan kijken. Dus jullie je hand kunnen opsteken en niet dat we met sterretjes moeten werken.
Hebben we stemmetjes? Nou, in de chat wordt er gezegd dat het wel obvious is om lid te worden van de vakbond. Dus er is niemand die nu zegt in de chat, ik wil geen lid worden van de vakbond. Oh, nou, John, jij kunt naar huis. Even goed gedaan. Oké. Nou, dan hebben we de tweede stelling. De klimaatbeleid gericht op individuele verduurzaming moet worden toegejuicht. Nou, zet een sterretje in de chat als je het hier oneens mee bent. Ja, zullen we dat doen? En wel even meedoen, lieve mensen. Dat is leuk. Dan, dan kun je ook even aan het woord komen. Ja, heb je iemand? Ja hoor. Al wat goed. De eerste van vanavond. Ja. Wat is die staan? Mayna hebben we. Mayna, oké. Mayna, welkom. Ik kan jou niet zien, de mensen thuis wel. Maar Mayna, vertel. En wel een beetje kort, maar ik wil heel graag jouw stem even en waarom je en waarom je hebt gestemd wat je hebt gestemd. Nou, ik heb tegen de nadruk op individuele verduurzaming gezegd. Over de bewegingsopbouw gesproken, we zijn ook steeds beter geworden in deze dingen. Horen jullie mij? En dat meen ik. Ik bedoel, we zijn, ja, toch? Nou ja, de eerste keer zou ik nog achter mijn laptopje een heel verhaal te houden. Ja, toch? Ja, dat is wel leuk om je mede paneleden in ieder geval te kunnen zien. Ja. Ik inderdaad binnenkort weer met het publiek erbij. Ah. Ja. Ja, Mayna wil heel graag iets zeggen en wij willen het heel graag horen. Mayna ligt er niet. Maar nee? Die is al aan het praten. Mayna, heel fijn. Keep it up. Hou die energie vast. Nee, ik ga niet door jullie heen praten. De conclusie en dan. Het laatste zinnetje pakken we mee en dan gaan we lekker daarop los. Totaal uit context natuurlijk. Zou ik anders ondertussen even op die eerste stelling nog kunnen reageren? Nee, ik denk dat jullie ondertussen even je mond moeten houden. Dat uitgezocht wordt. Ja, dat is een heel goede interventie. Dankjewel, Irene. Ja, wat misschien leuk is, even hier. Kansloos. Dus mensen die actief zijn in de klimaatbeweging moeten lid worden van de vakbond. Even heel kort, John? Ja, vanzelfsprekend. Oké, duidelijk. Irene? Nou ja, ik denk dat het... je moet kiezen. Ja, ja. Okay. Eens. Oké. Ik denk het wel. Oké, we hebben drie mensen eens. Oké, maar jij wilde nog iets erover zeggen. Ja, want ik was... Even aan de mensen thuis, horen jullie ons nog goed? Want er wordt op de achtergrond overlegd. Moeten we even kijken of het geluid nog veel is? Ja, is er iemand... mensen in de chat, kunnen jullie even aangeven of het geluid nog goed is? Want er wordt ook ondertussen overlegd. Anders moeten wij toch even in stilte wachten. Want anders gebeurt er te veel op het podium. Is het geluid oké? Ja, we gaan gewoon door. Oké, dan gaan de collega nog lekker in overleg. Om Mayna lekker in... Alles voor Mayna. Mayna, we houden van je. Ja, heel fijn dat je mee wilt doen. Goed, iedereen. Mensen moeten lid worden van de vakbond. Maar, /en, je wilde nog iets daarover zeggen. Ja, ik denk dat wij als klimaatbeweging heel goed zijn in het debat aanslingeren. En we kunnen bijvoorbeeld wel een codecentrale voor een paar uur stilleggen. Maar uiteindelijk om die structurele verandering... te realiseren, moet er economische macht opgebouwd worden. En dat gebeurt op de werkplek. En daar kunnen de schadelijke praktijken waar wij tegen strijden voor een langere tijd worden stilgelegd. En om dat dus echt te bewerkstelligen, moeten we dus als klimaatbeweging de werkvloer veel meer gaan zien als een organisatieplatform. En ons daar ook gaan inmengen en dat gaan aanmoedigen. Ja. Dat is de enige manier. Wat ik trouwens interessant vind, want het gaat inderdaad om het opbouwen van macht. En de vakbond is gebaat bij leden. Hè? En ik kijk jou even aan, Sietse. Ik weet niet van jou, maar op de middelbare school was ik geen lid van de vakbond. Ja, sorry John, maar ik leg het even op tafel. Maar waarom ik dit zeg is, volgens mij is het heel interessant om te kijken. Dus als het gaat om de klimaatgeneratie, dat is redelijk jong ook. En heel erg veel energie zit daarin. En het is toch soms nog even zoeken naar een verbinding. Hè, van hoe bind je die generaties met elkaar? Met voor 14 gebeurt dat heel mooi. Het minimumloon, van hey, daar gaan we lekker met z'n allen voor staan. Sietse, wat zou jij... Wanneer kan jij op school terugkomen met een goed verhaal over de over de vakbond en dat mensen ook lid willen worden? Wat zou daarvoor nodig zijn? Ik denk dat een beetje het begrip vakbond, dat niet heel erg bekend is. Ja, mensen weten ongeveer wat het is, alleen dat het misschien een beetje onder zeg maar mijn leeftijdsgroep, dus rond de 14, ja. Dat er misschien een beetje een stoffig gevoel achterhangt, dat dat een beetje... Maar dat een vakbond is een heel mooi ding.
En, maar dat doen anderen wel, zeg maar. Van, fijn dat het bestaat, maar mensen voelen zich nog niet echt geroepen om daar onderdeel van te zijn. Ja, en ik denk ook dat mensen heel vaak onderschatten, in ieder geval tieners, vaak onderschatten hoeveel invloed en hoe belangrijk vakbonden zijn. Ja. Omdat ze inderdaad, omdat we ook op de werkvloer, dat we dat ook inderdaad als een organisatorisch ding moeten gaan zien. Ja. Dus ik denk dat vakbonden, dat er voor vakbonden heel veel te winnen valt in de klimaatgeneratie in de jongere leeftijdsgroep. Ja, John, ik kijk jou nu even aan, want ik hoop dus dat heel veel jongeren elkaar te meekijken. Oh, Mayna is Mayna! Als het goed is, kunnen we hem... Mayna heeft zo lang gewacht, dus dat wij dan toch even Mayna... Maar dan kun je even nadenken over deze vraag, want dit is volgens mij wel een die vaker terugkomt. Hè? Hoe gaan we inderdaad vertalen naar lidmaatschap ook uiteindelijk? Want we weten allemaal, het is belangrijk, maar... Mayna! Ja, ik ben thuis. ik zeg wel maar geen goede bijeenkomst zonder technische problemen, toch? Ja, toch? Nee, het hoort er een beetje bij. Het laat ook gewoon, en we kunnen dan ook even nog een slokje water nemen, dat helpt allemaal. Even tijd. Oké, maar... Jee, Mayna, hoor je? Nu mag je weer weg, dat was het. Dankjewel voor je bijdrage. Oh, heerlijk dit. Goed. Dat is fijn, welkom. Dank. Poging tot een bijdrage. Kijk, ik wilde terugkomen op het punt van het individuele verduurzamen. Ja. En ik ben daarop tegen, omdat ik denk dat het heel snel, zeg maar, de verantwoordelijkheid voor handelen heel erg bij het individu legt en weghaalt bij dat systemische. En er is binnen de klimaatbeweging heel erg een neiging om het te hebben over... consuminderen, je moet geen vlees eten, er is degrowth nodig, waarbij je eigenlijk tegen een heleboel mensen zegt die krap zitten, die financieel moeilijk rondkomen, flexwerk doen, heb je een boodschap van het moet minder. En volgens mij moet onze boodschap naar hen zijn, meer, meer, meer. We willen, iedereen heeft recht op energie, op openbaar vervoer, op schone lucht, op gezond eten. En daarvoor moet er een vermogensbelasting komen, geld halen waar het zit, een herverdeling plaatsvinden. En dat zou volgens mij het verhaal van de klimaatbeweging moeten zijn. En daar kan je hele grote groepen mensen mee winnen en ook ingang vinden binnen de vakbeweging. Dus weg bij het individuele... En naar oplossingen voor die gemeenschappelijk zijn. En het hele verhaal moet daarover gaan. Ja, dus jij zegt dat die boodschap van een beter klimaat begint bij jezelf. Dat gooien we uit het raam. Echt brandend het raam uit. Nooit meer. Ja, duidelijk, dankjewel Mayna. Heel fijn dat je met ons was. En dank voor je geduld. Echt... Ik zit nu te zwaaien naar een apparaat. Dat is echt heel raar. Ik ga hier zwaaien. Is er iemand anders die iets wil zeggen? Hebben we nog een sterretje? Delphine. Yes, kun je me horen? Hey, het werkt meteen. Wat goed. Hey Delphine, waar wil jij iets over zeggen? Ja, over de tweede stelling nog? Eerder over hoe dat we de klimaatbeweging zeg maar een beetje inclusiever kunnen maken. Aangezien ik studeer nu ook, dus ik ben ook gewoon een student. En de klimaatbeweging wordt zeg maar vaak gezien als iets heel exclusief, omdat er veel termen worden gebruikt die niet iedereen zomaar verstaat. Dus mijn vraag is eerder, hoe kan de klimaatbeweging inclusiever en laagdrempeliger worden voor mensen buiten de academische bubbel, zeg maar? Ja, oké, dankjewel. We hebben het vanavond inderdaad ook over... Het is toch verder weg dan ik dacht. We hebben het vandaag ook vooral over sociaal-economische achtergrond. Dus het zal inderdaad meer gaan over dat onderdeel van de beweging en hoe elkaar daarin te vinden. En wat we net ook al deels hebben gehoord is, het maakt dus inderdaad uit in welke termen je spreekt. Vanuit een economisch frame of heel erg vanuit een ander soort frame. Dus we zullen deze zeker meenemen, maar dan wel toegespitst op het economische verhaal. Goed?
Ik denk dat ze al... gaan mute, oké. Zwijgen is instemmen, zeggen we dan heel democratisch. Dankjewel Delphine, maar heel belangrijk om hier constant bij stil te staan, inderdaad. Van welke taal wordt gebezigd, wat Mayna ook aangaf. In hoeverre is het inclusief als het gaat om minderen, terwijl dat eigenlijk ook een keuze is. Niet iedereen kan minderen. Dus ook daarin zit de inclusie en het betrekken. Dus heel fijn, dank jullie wel. Dan ga ik even terug naar jullie. Jij had nog even tijd om na te denken over de vraag over het betrekken van jongeren. En dan daarin inclusief ook zijn. En dan kunnen we het later ook even hebben over inderdaad over dat korte en lange termijn denken waar we het eerder ook over hebben gehad. Hè? Van, stel je moet denken aan je boterham voor morgen. Laten we daar eerst voor gaan zorgen met z'n allen. En dan kunnen we misschien vaker de straat op. Maar goed, hoe krijg jij Sietse bij de vakbond? Nou ja, kijk, als vakbond zijn we er ook heel erg mee bezig geweest. Hè? Ja. Want, kijk, dat hele stoffige imago, dat is ook wel iets wat het bedrijfsleven, de rechterkant van de samenleving, ons ook wel een beetje op die manier wil typeren. Want zo stoffig zijn we helemaal niet. Nee, maar het is wel interessant, John. Kijk, dat is een typering dan. Maar als dat het verhaal is op het schoolplein, ja, dat is, dan is dat het wel. Dan is het een voorgeslagen. Maar ja. Tegelijkertijd, ik weet nog niet of mensen het weten, maar wij zijn bijvoorbeeld ook bezig met een Niet Mijn Schuld campagne. Ja. Wat dus gaat over het terugkrijgen van de studiefinanciering. Nou, heel goed. Dan kun je deze meteen terugkrijgen voor de vakbond. Niet Mijn Schuld campagne. Maar ik denk dat, en dat kan gelijk ook een bruggetje te maken naar van hoe betrek je mensen bij een klimaatbeweging. Ja. Ik denk dat we dat... Als vakbond zijn we dat ook aan het uitzoeken van hoe betrek je mensen bij een vakbeweging. Ja. Maar dat is juist door uit te gaan van de problemen van mensen zelf, de issues van mensen zelf en daar ook campagne op te voeren. Kijk, ik heb wel eens eerder ook commentaar opgeleverd in de klimaatbeweging dat ik het nogal een hoog oververhaal vind. En je ziet wel dat het steeds meer back to earth wordt, hè, dus minder academisch. Ja. Bijvoorbeeld... ik weet niet of jullie het weten, maar bijvoorbeeld er wordt een kolencentrale gesloten in Rotterdam, de Maasvlakte. Mm-hmm. Maar de medewerkers die daar werken, die hebben geen recht op een vergoeding. Yeah. Zoals een inkomen blijft gegarandeerd blijft. Hè. We hebben daar als FNV voor gepleit, voor een kolenfonds noemen we dat. Yeah. Hè, dat mensen daarin worden opgevangen. Ik denk dat de klimaatbeweging, als ze inclusiever willen worden, dit is maar één enkel voorbeeld, juist weer op dat soort punten bezig moet zijn. Dus en pleiten voor een klimaatneutrale economie, om het zo maar even te zeggen. Maar tegelijkertijd ook de mensen die getroffen worden, direct moeten ondersteunen. Ja. Alleen dan kunnen ze laten zien van, hey, we zijn op twee punten bezig. Tegelijkertijd, als je zegt van, wij willen dat Shell anders gaat produceren. Mm-hmm. Dat je ook duidelijk moet zijn van, ja, als dat medewerkers gaat treffen, dan willen wij ook dat die medewerkers sociaal vangnet krijgen. Ja. En op die manier denk ik dat je de massa erbij kan gaan betrekken en steeds inclusiever kan worden. Ja, dus ook terugkomend op de vraag van Delphine en eigenlijk ook Mayna's opmerking. Hè? Ja, precies. Ja. Hey, ik kijk heel even naar links. Voor de mensen thuis, mochten jullie vragen hebben, zou het fijn zijn als jullie die nu kunnen stellen. Want ik ga nu met de panelisten loop ik nog even de stellingen door, kort. En daarna gaan we dus verder met het gesprek en zal ik wat andere soorten vragen zelf ook stellen. Dus het zou mooi zijn als we dan die kunnen combineren met vragen die je zelf misschien hebt. Schrijf die vooral op in de chat. En nadat ik klaar ben met de stellingen, hebben we nog één vraag voor jullie in de Mentimeter. Dus hou je telefoon nog bij de hand en dan gaan we daar zo meteen mee verder. Dus ik wil eerst even de stellingen afmaken, jullie vragen verzamelen en daarna gaan we terug naar de Mentimeter. Ja, dan kunnen jullie daar alvast op voorbereiden. Goed, de stellingen. We hebben de eerste nu gehad. De tweede, daar hebben we het eigenlijk ook wel deels over gehad op basis van de inbreng van Mayna. Dus wel of niet, vooral op individuen gericht. Ik ben wel benieuwd, ik lees hem nog één keer voor. En of jullie dan zelf eens of oneens zijn. Klimaatbeleid gericht op individuele verduurzaming wordt toegejuicht. John. Ja, als met toejuichen wordt bedoeld van dat de oplossing is, ben ik het helemaal met Mayna eens. Brandt het raam uit. Ja. Serieus. Ja. Het schuift alle verantwoordelijkheid weg van... de grote vervuilers in deze wereld. Ja. En dan praat ik niet alleen over de bedrijven, maar ook de mensen die daar profijt van hebben. Ja. De aandeelhouders daarvan, de rijken de aarde. Daar ligt de verantwoordelijkheid om minder te gaan consumeren, of anders te gaan produceren. Ja. Ik zag vandaag er bleek vandaag een klimaatzaak rond Shell te zijn. Nou ja, John! Sorry, nee, deze gaat
goed neerzetten. 17.000 mensen hebben getekend voor klimaatzaak tegen Shell. Heel tof. En dat is vandaag inderdaad officieel ook verder aan het gaan. Check de website van Milieudefensie, daar kan je meer over lezen. En ja, nou ja, goed, 17.000 mensen. We hebben met 10.000 op de Dam gestaan. 17.000 mensen die handtekeningen zetten, dat is ook bewegingsopbouw. Dus heel fijn dat je hem erin hebt. Ik heb ook getekend. Ja, John ook. Heel goed. Ik zat vandaag heel even de bedrijven door even naar RTL Z te kijken. En RTL Z is natuurlijk uit zaken, nieuws, zo gezegd. En dan komt Shell ook aan het woord. En natuurlijk goed dat het wederhoor plaatsvindt, dat hoort in een democratie. Maar wat je dan Shell gelijk ziet, hoort zeggen, ja, dat ligt een overheidsbeleid. Ja. Een driehoek van ons beleid, overheidsbeleid en de consument. Zolang de consument blijft tanken, ja, zullen wij olie blijven produceren. Maar tegelijkertijd heb je als bedrijf ook echt je verantwoordelijkheid te nemen. En te zeggen, ja, als we zien dat we zo zelfvernietigend bezig zijn, ja, dan vinden, moeten we ook vinden dat we anders gaan produceren. Het is wel interessant dat je die precies nu hier teruglegt. Want hier komt dus ook het individuele terug. Hè? Dus dat, ja, je als consument eigenlijk zou moeten beslissen, terwijl dus niet voor iedereen een keuze is. Op het moment, ja, dat je geen OV kunt betalen, dan pak je de auto. Ja. Maar, en dat is ook wat ik me in het begin zei. John, ik ga nu naar iedereen. Ja, iedereen. Ja, brandend het raam uit. Brandend het raam uit. Wordt wel het woord, de zin van vandaag. Ja. Nee, maar ik denk dat het zelfs tegengesproken zou moeten worden vanuit de klimaatbeweging. Want, ja, vaak wordt het nu een beetje, nou ja, links gelegd. Zo van, oké, nou, het is niet echt helemaal waar wij voor gaan, maar vooruit. Het is een stapje, ja, in de goede richting. Ik denk dat het helemaal geen stap in de goede richting is. Want het is juist de instandhouding van het idee dat individuele die verantwoordelijkheid, ja, dragen. Dus we moeten daar juist, denk ik, veel verder tegen zijn. Ja. En een ander geluid laten horen. Ja, de vervuiler betaalt. Hè? Dat is, ja, wel een van eerlijke de leuzen die we vaker eerlijke transitie... Met betekenis. Ja, nee, maar dat is een goede inderdaad. Dus wat betekent dat concreet? Dus dat banen behoudt. Dat het in de klas er ook wat meer over gaat. Wat jouw klimaat in de klas waar je mee bezig bent. Van, hey, het verhaal is heel breed. Sietse, wat vind jij? Ja, ik denk dat, de veranderingen van een individu... dat het inderdaad dat het zou het totaal niet een belangrijke de belangrijkste focus voor ons moet zijn. Alleen er zijn ook individuele veranderingen nodig, maar die zouden juist vanuit een overheid mogelijk moeten worden gemaakt door bijvoorbeeld voor de individuele verandering minder vliegen. Ja. Daarvoor is een overheidsinvestering in beter OV en een betere treinen nodig. Ja. Of dat er voor de individu verandering minder vlees eten. Dat je veel meer kan bereiken door bijvoorbeeld dat vlees duurder wordt en dat dan dat geld dat er daaruit komt wordt gebruikt om alternatieven goedkoper en beter te maken. Ja. Ja. Dat een individu het wel kan proberen, maar dat uiteindelijk dat die mogelijkheid om het te doen moet worden gecreëerd vanuit een overheid of, ja, vanuit de bedrijven. Dat is ook het punt van Mayna, hè? Dat het eigenlijk bizar is dat een plofkip in kilo's goedkoper kan zijn dan broccoli. Dat is gewoon echt het geval. Ja, en als je dan heel weinig geld hebt, ja, dan snap ik wel welke keuze je maakt. En dat is economisch heel begrijpelijk en qua duurzaamheid echt heel naar. Maar die individuele vrijheid heeft niet iedereen, dus zo komt het heel goed terug. Oké, en dan de laatste. En deze wil ik alleen even ja of nee, want dit is eigenlijk de grote vraag waar we het ook later over zullen hebben. En dat is, de klimaatbeweging moet zich expliciet anticapitalistisch opstellen. Dus alleen een ja of nee. John. Ja. Oké. Ja. 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 Ja, maar wel een beetje twijfel. Oké, ja. Daar komen we zo dan op terug. Goed, dan kijk ik naar links. Heel fijn. Dankjewel. Oké, even kijken. Ik denk dat jullie zelf ook dit scherm zien. Dus nou, mensen die actief zijn in de klimaatbeweging moeten lid worden van de vakbond. Even kijken. Veel zijn het daar wel mee eens. Ik ben heel benieuwd naar de mensen die het oneens zijn. Maar die wilden geen sterretje in de chat gooien. Ja, we houden ook op, toch? Mag ook anoniem, Mark. Ja. Lieve mensen, je mag het oneens zijn met de panelisten. Ik zal er persoonlijk voor waken dat je hier vrijelijk mag spreken. Dus doe dat ook vooral. Klimaatbeleid gericht op individuele verduurzaming moet worden toegejuicht. Daarin zit wel iets meer meningsverschil. En ik denk dat dat ook wel deels raakt aan waar we het hier vandaag over hebben gehad. Van ja, als je de keuze hebt, dan is het heel goed als je dat kan doen. Dus doe dat ook vooral. Neem ook die verantwoordelijkheid. Maar daarmee gaan we de wereld niet redden. Dat is wat ik een beetje hier hoor gezegd worden. Want anders kan Shell inderdaad zeggen van ja, maar ze blijven met die auto's rijden. De klimaatbeweging moet zich expliciet anticapitalistisch opstellen. Dat is interessant. Van de drie stellingen zijn jullie het daar het meest over eens.
En nou ja, goed, het is misschien ook niet zo heel gek, omdat jullie allemaal op jullie vrije avond deze reeks aan het kijken zijn die daarover gaat. Maar toch interessant om terug te zien. En we gaan de vragen hierover zo meteen verder beantwoorden. Dus ik zal dan de verdieping ingaan met onze panelisten. Bas, oh, hey, wat leuk. Ja, oh, ja, ja, ingewikkeld. Ik moet even dit organiseren, maar Bas die wil iets zeggen naar aanleiding van stelling 3. Dat is leuk. Dus dan gaan we Bas zo meteen horen. En dan als jullie even de Mentimeter voor zo meteen vast klaar kunnen zetten, lieve Nielsen, dan kunnen we zo meteen ook nog die stelling of die vraag beantwoorden. We hebben Bas en Eva en ik wil graag beginnen met Eva. Had je Bas al? Dan beginnen we met Bas. We horen nu wie het eerste is. Niet te proactief zijn. Een beetje meer volgens aan het nee, joh. Volgende keer mag jij beslissen, Niels. Sorry, ben ik nu of niet? Hallo Eva. Oh, hoi. Heel goed. Hoi. Ik heb hier tegengestemd over het anticapitalistisch, maar ik kan eventueel overtuigd worden, maar ik ben in principe niet anticapitalistisch. Ik vind echt met het kapitalisme aan zich niets mis, maar dat doorgeslagen natuurlijk wel. En er mag zeker een rem gezet worden op bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, weet ik veel dingen die net genoemd zijn, CO2-tax of vlees eten, vliegen. Dus ik ben voor kapitalisme, maar met een sterke overheid eigenlijk. Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we daar zo even over doorpraten. Dat vind ik wel een interessante insteek. Van waar hebben we het inderdaad ook over als het gaat om anticapitalisme en in hoeverre speelt de rol van de overheid daarin nog een afweging. Dankjewel Eva. En wederom, ik zei net ook al, laat het vooral ook weten als je het oneens bent, want deze gesprekken, dit is bewegingsopbouw. Elkaar ook vinden in de vragen en de kritische kanttekeningen om samen verder te gaan. Dus dank je Eva, hier komen we zeker ook nog op terug. En dan hebben we Bas. Ja, kunnen jullie me horen? Wauw, dit gaat heel smooth ineens. Ja, we horen je. Hallo Bas. Hallo. Vertel. Ja, ik had vooral een vraag op basis van de stelling. Waar willen we eigenlijk heen? Want we kunnen wel kritiek hebben op een situatie zoals die is. Zoals bijvoorbeeld het kapitalistische systeem. Waar ik ook voor ben dat we er expliciet tegen zijn. Maar waar willen we dan heen? Waar zijn we voor? Wat is het verhaal wat we willen vertellen? En waarmee we mensen aan onze kant willen krijgen? Ja, heb je daar zelf ideeën over, Bas? Ja, deels. Ja, maar dat is interessant. En, want daar ben ik ook gewoon, ik denk de mensen hier ook en thuis. Van, dus, we kunnen ergens tegen zijn inderdaad, maar wat is het alternatief? En de stip op de horizon, hè, een beetje. Oh, dan moeten we wel inmuten. Ja? Oh ja, je was gemute? Nee, ik ben heel erg benieuwd. Je had een beetje een idee. Vertel. Je kan het abstract zeggen van er zijn een heleboel hiërarchieën in onze samenleving. Zoals bijvoorbeeld in bedrijven met een baas en mensen die er werken. Waar bijvoorbeeld aandeelhouders en bazen van bedrijven zoals Shell heel rijk zijn en heel erg veel heel verantwoordelijk zijn voor de uitstoot die er is. Dus je kan zeggen, we willen een afschaffing van alle hiërarchie in de maatschappij. En op die manier een betere samenleving creëren. Maar het is natuurlijk misschien begrijpelijker voor mensen om het te hebben over praktische dingen. Zoals bijvoorbeeld, hoe gaan we, op welke manier richten we onze landbouw in? En hoe gaan we naar een duurzame landbouw die niet afhankelijk is van het kapitalisme? Nou ja, je kan het over heel veel verschillende dingen hebben, dus het is een beetje een grote vraag. Maar ik denk dat heel veel mensen er wel ideeën over zouden kunnen hebben en dat we meer moeten formuleren van waar we heen willen. Ja. Op heel veel vlakken in de maatschappij die nu afhankelijk zijn van het kapitalistische systeem. Ja, ja, dankjewel Bas. Ik denk, ik hoor hier ook erg de wil in om te durven dromen. Hè? Dus we hebben te maken met heel veel ingewikkelde vraagstukken en tegelijkertijd is het soms ook goed om na te denken van waar willen we naartoe. En Annabella Meijer, dat is een cartoonist, die heeft een reeks Utopia, waarin ze dus met mensen praat over de stad van de toekomst. Dus even los van alle ingewikkeldheden waar we mee te maken hebben, van waar gaan we heen. Dat is soms ook een motivatie om dit systeemverandering te bewerkstelligen. Dus fijn dat we ook dit inzicht mee kunnen nemen vandaag. Dankjewel Bas.
En Eva, ook bedankt. Ik heb de vraag opgeschreven en ik zal proberen ze terug te laten komen later in het gesprek. Yes? En ze zijn gemute. Oké. Nou, jullie hebben nu even denktijd. We gaan even naar de Mentimeter weer. We gaan eerst naar de Mentimeter, want dan kunnen we even nieuwe input krijgen. Af en toe moet ik streng zijn, lieve mensen. Sorry, we willen heel graag het programma aflopen, want dat is met heel veel liefde en energie samengesteld. En dan kunnen we op die manier ook interactie bewerkstelligen. Goed, we gaan naar de Mentimeter. En wat we nu gaan doen is geen stelling, maar we gaan een hele leuke woordvolk maken. Dat deden we ook vroeger op school. Doe je het nog steeds, Sietse? Woordvolken? Ja, zeker. Ja, kijk, dus het is een bewezen systeem en wij gaan dat weer doen. De vraag is, wie zijn de bondgenoten voor de klimaatbeweging in tijden van crisis? En je kunt dus via de Mentimeter daarvoor je antwoord invullen. En dan krijgen wij daarna een heel mooi overzicht van alle verschillende antwoorden. En mochten jullie iets dubbel hebben genoemd, dan krijgen we dat ook visueel zichtbaar. En dan kunnen wij dat ook gaan delen. Dus ik stel de vraag nog één keer. Wie zijn de bondgenoten voor de klimaatbeweging in tijden van crisis? En wat ik wel mooi vind om hierin mee te nemen is wat Bas net aan ons teruggaf. Van misschien ook een beetje out of the box denken. Wat zouden de bondgenoten zijn waar we nu misschien niet zoveel oog voor hebben, die eventueel wel een belangrijke rol kunnen spelen. En vooral in tijden van crisis is iedereen nodig. Dat hoorden we net ook al even. Dus dit is ook een leuke oefening om even daarover na te denken en daar vrij bij te associëren. Dat schijnt heel goed te zijn voor je mentale ontwikkeling. Even kijken. Ja, ik krijg weer een laptop aangereikt. Feest. Goed. Even zien. Oh, dat is leuk. Als jullie antwoorden blijven geven, dan zal het verspringen. Voordat ik iets opnoem, ben ik wel benieuwd naar wat jullie denken. Sietse, wat is het eerste waar je aan denkt bij deze vraag? Jongeren en de arbeidersklasse. Nou, en wat nog meer? Out of the box? Ouderen. Ouderen? Daar hebben we nog niet over gehad, hè, vandaag. Dat is wel een interessante. Dankjewel. Iedereen. Ik denk de antiracismebeweging, de beweging van vrijheid van inheemse volken en low-carbon sectoren van werk. Oké, okay. Ja, nice, dankjewel. John? Ik denk zo'n beetje iedere groep die sociaal bewust is. Ja, kan je dat concreet maken? Wat is sociaal, wat is een sociaal bewuste groep? Alles wat ik wilde zeggen was al gezegd. Ja, dan ga ik je pakken, hè? Laat ik zeggen, sociaal en duurzaam bewust. Kijk, het heeft te maken met bewustzijn van mensen. Ja. En er zijn groepen waar mensen bij aan zijn gesloten. Ja. Maar het zijn ook zelforganisaties, zijn bewonersgroepen die bepaalde wijken. Kijk, iedereen heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Ja. Is het niet direct door een natuurramp, dan is het wel indirect ook met een sociaal-economische gevolg. Dus in principe past iedereen daarin. Ja, en het is dan de uitdaging om dat op de klimaatcrisis zodanig te vertalen dat mensen dit ook voelen. Ja. Want dit gaat ook over mij. Wat ik heel mooi vond de vorige klimaatmars in 2019, is dat de groene kerken voorafgaand aan de mars een dienst hielden. Ja. En daarna vanuit die dienst naar buiten liepen. Ja. Zelfs op die, ik ben zelf niet gelovig, maar zelfs op dat niveau moet je gaan nadenken dat iedereen heeft ermee te maken. Dus iedere organisatie heeft ook zijn verantwoordelijkheid te nemen hierin, in mijn ogen. Ja. En ik denk dat we daar steeds veel breder in moeten gaan zitten. Ja. Dat is ook de kracht die we moeten opbouwen. Ja, het is wel grappig. Ik zie hier, dit is niet mijn taak nu, maar ik zie een hele leuke comment binnenkomen. Fan van de klimaatmars, uitroepteken. Ja, dankjewel. Wie dat was. Oké, ondertussen hebben we een heel mooie wolk. Laten we hier vooral sketches van maken, hè? Dat is leuk voor de nieuwsbrief en zo. Oké, ik kan niet alles opnoemen, maar ik zie idealisten, werklozen, kerkgemeenschappen, duurzame boeren, scholieren, de Commons-beweging. Wil degene die dat heeft opgeschreven iets duidelijker maken wat dat is, want eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. De klassieke liefdadigheid, huurders, code rood. Nou, iedereen, ga lekker aan de slag. antiracismebeweging, de Europese Unie, over grenzeloosheid gesproken. Dit is inderdaad, en het grootste is toch wel studenten, jongeren en universiteiten. Wat ook interessant is, universiteiten. Dat gaat ook over wetenschapswaarheidsvinding. Dus ik denk ook wel interessant om dat mee te nemen. Oké, dank jullie wel, lieve mensen thuis. Dit helpt ons ook in het gesprek. En dit was even fijn om even te beseffen van, we zijn hier met z'n allen in verbonden. Hè? En heel veel mensen vinden dit ook gewoon heel belangrijk om te doen. De ontgroeibeweging, universiteiten en ROC's. Ja, nou, dank jullie wel. Die geef ik even terug.
Deze mag ook even weg. En dan even de tijd. Ja, oké. Okay. Dit gaat snel altijd, hè. Dat is echt bizar. Maar we zitten al bij het laatste deel van vandaag. Mocht je vragen hebben, wederom stel ze in de chat. Ik ga nu even op mijn telefoon kijken, want daar heb ik allemaal vragen staan. En als er iets komt, dan hoor ik dat goed. Dan ga ik nu even zo naar jullie toe draaien. Want we zijn begonnen met een soort brede, waar staan we? Hè? Vanuit verschillende perspectieven en ook wel een beetje waar willen we naartoe. Vervolgens met de drie stellingen even bijna geproefd. Van het kan, je kan op heel veel verschillende manieren dit vraagstuk benaderen. Dus we hebben dat aangestipt. Daarin ook geholpen door de comments en de mensen die vanuit huis meespraken. Dus dank jullie wel daarvoor. En wat me nu goed lijkt om te doen is even een paar iets specifiekere vragen te stellen. En aan de hand daarvan de verdieping op te zoeken. Dus het is een gesprek, dus reageer vooral. De mensen thuis doen dat ook vooral. En dan hopen we dus op deze manier, die trechten, daar hou ik van in mijn moderatie. Dat we hem iets specifieker gaan maken voor elk van jullie expertises. Oké, nou, dan pak ik even mijn lijstje erbij. En dan begin ik met... Ja, ik heb heel veel goede vragen hier. Die zijn samengesteld door heel veel fijne mensen. Ik begin bij... Ja, deze vraag hebben we eigenlijk al deels beantwoord, maar ik ga hem toch even opnieuw noemen. Want dat is, heeft de klimaatbeweging voldoende oog voor sociaal-economische ongelijkheid? Want waar we het net, eigenlijk was het net meer een soort analyse, hè? Van het zou nodig zijn en het zou goed zijn als en we moeten dit en dat doen. Maar ik ben heel benieuwd vanuit jullie persoonlijke ervaringen. Dus op het moment dat je een actie organiseert, op het moment dat er een idee wordt ontwikkeld, in de vele Zoom-calls die we inmiddels constant met elkaar voeren, wordt er vroeg genoeg in het proces nagedacht, ook over sociaal ongelijkheid? Want we zijn nu erover aan het praten, maar hebben jullie het idee dat dat ook terugkomt in de organisatiepraktijken? En het is niet een biechtsessie, maar van, hey, gebeurt het voldoende en hoe kan het misschien beter? Want dan kunnen we op die manier wat scherper daarop zijn. Is er iemand die daar als eerst iets over wil zeggen? Dus of je het in je praktijk voldoende meemaakt, dat het wel of niet aan bod komt. Ik denk dat, doe voornamelijk dingen bij Fridays for Future en wij doen meestal voornamelijk relatief straightforward demonstraties, hè, hoe mensen komen en dan demonstreren. Alleen ik denk dat daar zeker nog heel veel ruimte is om meer in te zetten op dat sociaal-economische element. We hadden op 25 september een aantal acties en daar hadden we ook wel bijvoorbeeld in Amsterdam zaten we in een coalitie met een heleboel coole organisaties. En daar hebben we ook wel erover gepraat. Alleen ik denk dat dat zeker iets is wat in ieder geval bij ons meer in het narratief moet. Want dat ook heel belangrijk is. Ja, en iedereen heel praktisch. Hè? Dus we hebben het over narratief inderdaad en over een bewustzijn. Maar waar ik zelf aan moet denken, dat was ook met de klimaatmars. Hè? Op een gegeven moment van, hey, kunnen we mensen hun buskaartjes bijvoorbeeld helpen vergoeden of daarin tegemoetkomen? Dat is echt heel praktisch, maar voor heel veel mensen kan zo'n treinkaartje of een buskaartje ook een drempel zijn om deel te nemen. Is dat iets waar jullie bijvoorbeeld vanuit Code Rood ook over nadenken? Of zie je dat dat ook een drempel is voor mensen in de praktijk? En wat kunnen we doen om dat misschien weg te nemen? Ja, nee, ik denk dat het wel inderdaad heel goed is om het op beide niveaus aan te kaarten. Wat sturen we de wereld in en hoe gaan we intern aan de slag met deze kwestie? Ik denk, een van de redenen dat ik bij Code Rood ben gegaan is omdat er dus een veel diepere analyse is van, van de problematiek in de maatschappij en hoe machtsdynamieken te werk gaan en hoe dat heel veel schade veroorzaakt. Ja. Maar ik denk dat ook binnen Code Rood er nog heel veel te leren is en dat dit soort suggesties van, oh, kunnen we een reiskostenvergoeding kijken? Of kunnen we op een tijdstip organiseren dat het voor mensen toegankelijk is? Kunnen we mensen die bijvoorbeeld geen toegang hebben of geen camera hebben voor een Zoom-account, kunnen we dat faciliteren? Dat is iets wat denk ik nog wel heel vaak over het hoofd wordt gezien en waar we nog veel te leren hebben. Mm-hmm. Dus heel praktisch, hè? Dus daarom wilde ik hem toch nog een keer noemen. Want we hebben het vooral in analytische bewoordingen over gehad. Maar uiteindelijk gaat het er ook om van wat gebeurt er intern? En in hoeverre is daar ruimte voor? En ook ruimte voor ontwikkeling. Dus niet zozeer van, oh, het is allemaal verkeerd. Maar dat is wel ook een proces, denk ik. John?
Ja, kijk, als ik kijk naar waar we een jaar geleden stonden met de klimaatbeweging en waar we nu staan, zie ik zeker vooruitgang. Ja. Het was een jaar geleden daarvoor nog een stuk idealistischer ingesteld. Dus wat we wilden bereiken. Het ging alleen maar over klimaat. Dat is ook logisch, want daar ontstaat een beweging uit. Ja. En wat je nu ziet gebeuren in de klimaatbeweging is inderdaad, we hebben het er vanavond over. Dus dat is al het feit dat we er veel meer mee bezig zijn. Ja. En niet alleen op socio-economische gebieden, maar ook op het gebied van antiracisme en dat soort zaken allemaal, zijn we ook een stuk meer bezig dan in het verleden. En ik denk dat het goed is, want dat is ook de enige manier, denk ik, om meer mensen erbij te betrekken. Want ik hoop dat het in de volgende sessie terugkomt. Want de andere kant van het verhaal is, als we de mensen er niet bij halen, en hier niet mee bezig zijn, dan zit een valkuil erin dat die mensen gevoelig gaan worden voor klimaatskeptische partijen of commentaren. En misschien zelfs naar de extreemrechtse kant. Ja. Dus dat is ook iets waar we echt zeker mee bezig moeten zijn. Ja. Deze strijd is niet per definitie gewonnen. Ja. Een harde strijd waar we in zitten. Ja. Mag ik nog iets toevoegen? Ja, er zijn voor de mensen die dus ook nadenken over hoe ze hun organisatie toegankelijker kunnen maken voor mensen vanuit diverse groepen. Er zijn best wel veel handleidingen, bijvoorbeeld van stroomversnellers of Seeds for Change, die dus dit heel gedetailleerd uitleggen over hoe je toegankelijkheid bij een beweging of een organisatie kan vergroten. Wat fijn dat je dit ook even heel concreet noemt, hè? Want daar zijn deze gesprekken ook voor, van het uitwisselen van kennis en expertise. Dus we hebben stroomversnellers, als dat gedeeld kan worden, en Seeds for Change. Seeds for Change. Misschien wel fijn als er een linkje in de chat kan, dank jullie wel. Ja, ja inderdaad, dus de vertaalslag van de idealen, heel praktisch. En John, wat ik ook interessant vind wat jij noemt, hè, want vanuit sommige hoeken wordt soms inderdaad het verhaal dat ja, klimaatbeleid kost ons alleen maar geld. Dus er zit zelfs ook een soort risico in op het moment dat het alleen op die manier zichtbaar wordt en dat het niet duidelijk is van hé, dit gaat over veel meer dan dat. Dan kun je mensen ook daarin kwijtraken. Dus dat was interessant dat je dat even aanstipt. Hè? Maar dat komt in het volgende panel. Dat zal wat langer hierover gaan. Ja, dat gaan we zo aankomen. Ik ga zeker kijken. Maar een goede teaser vast voor de mensen thuis. Goed. Ja, om even hierop door te pakken. Want we hebben het nu dus inderdaad over heel specifiek binnen de beweging. En daarin inclusiever zijn als het gaat met oog voor de portemonnees. Om hem even heel concreet te maken. Wat we net ook heel even kort bespraken was, ik gaf net het voorbeeld zelf van, dan ben je een moeder, heb je 3 kinderen en dan ben je net je baan kwijt door de coronacrisis. Dan heb je misschien toch iets anders aan je hoofd. Wat gaat de klimaatbeweging doen? Dat is een hele grote vraag, maar ik denk wel een vraag die ook dus met het oog op de komende verkiezingen wel belangrijk is. En ik verwacht geen eenduidig antwoord hoor, maar de vraag stellen is ook ergens iets brengen. Irene, ik zie jou knikken. Ik heb er wel ideeën over. Maar ik heb ook net een boek gelezen genaamd Mutual Aid. Kan ik Mutual Aid? Want dat is ook eigenlijk het antwoord wat ik wil geven. Het concept van Mutual Aid omarmen. En dat is dus eigenlijk mensen hun directe behoeften, tegemoetkomen. Maar in dat proces, politisering van de situatie die daartoe heeft geleid. En mensen betrekken in de beweging die Mutual Aid projecten aan het opzetten is. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Focus, Volkskuchend organiseren. Dus een soort goedkoop avondeten wat je kan afhalen en vervolgens het gesprek aanknopen. Maar dit is ook een praktijk die in het verleden in bewegingen heel effectief is geweest. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten bij de Civil Rights Movement. Daar is heel veel Mutual Aid gebruikt om die beweging op te bouwen. Dus ik zou mensen zeker aanraden om daar zich gaan in te lezen. Ja, en wat ik ook hier mooi aan vind is, er zit ook het aspect van sociale cohesie in. Op het moment dat we met elkaar in gesprek blijven gaan, dus ook als het gaat om moeilijke thema's, of dat nou is met klimaat in de klas, via de klaslokalen, of dat is op straat, als we elkaar daar treffen, of juist wat langduriger bij dit soort projecten. En ook dus in dit soort sessies. Ik bedoel, ik vind het altijd heel belangrijk ook om dit
soort panels ook te zien als onderdeel van een ontwikkeling die we met z'n allen doormaken. En dat helpt soms ook om te beseffen van, ja, we gaan nog een keer praten, maar dat betekent niet dat we niks mee doen. Het helpt ons alleen om even het thermometer te gebruiken, zien waar we staan en dan weer met huiswerk aan de slag te gaan. Dus heel fijn dat we dat weer hier aan het doen zijn. Dat even gezegd hebbende. Hey, we hebben dus een deel analyse gedaan en de verbinding proberen te leggen van hey, het is nodig om dus vanuit een soort economisch frame ook eigenlijk naar de klimaatvraagstukken te kijken. Werd ook gevraagd van ja, kapitalisme of niet? In hoeverre kan de overheid daarin nog een rol oppakken? Was ook heel kort aangestipt. Hè? Van, jij gaf ook al aan van hey, als het gaat om individuele vrijheid, het is veel makkelijker om voor trein te kiezen als dat ook goedkoper is. Dus dat hebben we ook wel deels besproken. Dus we hebben geanalyseerd, we hebben gekeken hoe we het praktisch kunnen maken. En wat ik nu even zou willen doen is, hoe gaan we verder? Dat is ook wat Bas eigenlijk ook aangaf. En dan enerzijds een soort dromengevoel, van een soort utopie. Dat hebben we kort even aangestipt, maar waar ik het eigenlijk nu ook even over wil hebben is, op het moment dat wij dus op deze manier kijken naar de klimaatcrisis, wat willen we dan? Wat is dan de call to action? Wat is dan de vraag, de eis, de... als we dan zeggen system change, not climate change, wat betekent dat? Ik denk misschien ook goed om dat af en toe heel erg te definiëren, omdat dat ook helpt om in dat proces mee te gaan. Dus het is iets meer een blik op de toekomst, niet zo hele verre toekomst, vooral dus met de verkiezingen die aankomen. Maar ja, wat moet er gebeuren? Hoe gaan we dit fixen? Als we die economische hoek hierin meenemen. Hebben we die denktijd nodig? Dan kan ik even iets aan de kijkers thuis vragen. Ja, graag. Een briefje. Ja, oké. Okay. Oh, wat goed. Nou, jullie bedenktijd. Dat zei Tim. Dank je, Tim. Hallo. Dankjewel, John. Ik zag het niet. Is Teun in the house? Horen jullie mij? Ja, hij klinkt wel heel zacht, Teun. Kan je misschien iets harder spreken? Ja, ik weet niet of het beter is. Iets beter, maar horen de mensen thuis het dan nog? Anders zal ik proberen te parafraseren. Oké, okay. Het is goed. Dankjewel, Teun. We horen je. Oké, nou ja, een deel van de vraag is ook wel beantwoord, want ik stelde een paar minuten geleden, maar ik vroeg, ik zag in de Mentimeter eigenlijk alleen maar groepen die best wel logische opties zijn voor vrienden als vrienden van de klimaatbeweging. En ik vroeg, hebben jullie ideeën hoe we met de sceptischere groepen om moeten gaan? Ja, en welke groepen bedoel je dan specifiek, Teun? Heb je daar voorbeelden van? Nou ja, we hadden in de chat ging het ook al heel snel over de opkomst van extreem rechts. En dat is ook waar ik aan dacht. Ja, wauw, dit lijkt echt wel een soort vooropgezet 1-2'tje. Want het volgende panel, dat ik dus bij de afkondiging zal aankondigen, dat gaat precies hierover. Dus het komt zeker aan bod. En in die zin een goede vraag, omdat daar dus vanuit de klimaatbeweging ook ontzettend over wordt nagedacht, waar jij dus ook deel van uitmaakt. Dus vind je het goed als we deze dan even meenemen naar het volgende panel? Ja, zeker. Dan moet ik volgende week ook maar komen, denk ik. Ja, dat is de hint. Dat is wat ik eigenlijk wilde vragen. Nee, heel goed, Teun. Dit is echt een hele terechte vraag. Vooral dus met het oog op, wat wordt het nieuwe verhaal dan? Nou, niet per se nieuw, maar wat is het volgende verhaal? Vooral in een samenleving die op sommige manieren, onder andere door die coronacrisis, steeds meer uit elkaar begint te bewegen. Hè? We komen elkaar ook gewoon minder tegen. Dus die keukens die zijn er gewoon ook minder. Dus Teun, deze vraag komt volgende week inderdaad terug. En dan meer tijd om te bespreken. Maar volgende week hebben we wel andere gasten. Dus ik wil toch even jullie antwoord, heel kort. Ja, Teun, gaan we dat zo doen. Dankjewel. Dank je. Oké, Sietse, begin ik dit keer bij jou. En heel kort, omdat het dus de volgende keer zal het weer hierover gaan. Nou, niet weer, maar de volgende keer zal het heel specifiek hierover gaan. Maar als we hem even iets breder maken van hoe ga jij het gesprek aan met iemand waarvan je weet dat die eigenlijk helemaal niet met de klimaatcrisis. Heb je daar een voorbeeld van? Heb je het ooit meegemaakt? Jazeker. Ja. Ik heb wel eens een keer met een docent van mij erover gepraat, die er relatief inderdaad sceptisch in ging van, oh ja, misschien is het wel zo, alleen ja, het duurt nog heel lang en zo'n groot probleem is het niet. Alleen ik denk dat het, ik weet nu exact niet meer wie dat zijn, maar een keer iets over gelezen, dat je daar alsnog een beetje begrijpend in moet gaan. Dat je niet direct in de aanval moet gaan van je hebt het fout. Ik klop niet dat je er
dat je erin gaat, moet je proberen te begrijpen waar ze vandaan komen. En dan op die manier proberen ze te overtuigen. Doordat er vaak in sommige media dat notief wordt gemaakt, dat het niet zo'n groot probleem is, dat het ook op sociale media veel voorkomt. Dat je moet kijken hoe je op die manier dat je dan rustig van, ik snap wat je bedoelt, alleen er zijn ook een heleboel onderzoek gedaan dat het waarschijnlijk veel goedkoper gaat zijn om het wel te stoppen dan het niet te stoppen. Ja. En dat soort dingen. En volgens mij bedoel je klimaatgesprekken.nl. Zou best eens kunnen. Mocht dat een zijn, dat is een hele fijne handleiding voor hoe je inderdaad dit soort gesprekken kunt voeren. En, niet totaal irrelevant, er is ook zo'n handleiding voor praten over Zwarte Piet met je oma, die dat misschien toch nog steeds een goed idee vindt. Dat staat ook ergens online. En ik kijk even heel lief naar deze kant. Want eigenlijk gaat het om hetzelfde, om vastgeroeste ideeën op een andere manier los te weken. Of het nou over het klimaat gaat of andere problemen die we hebben. Dankjewel, Sietse. Irene, ook heel kort, hè? Ik moet een beetje streng zijn, want ik wil nog die vraag van net terugpakken. Zelfde vraag? Ja, omdat jullie dus volgende week niet hier zitten. En ik het wel interessant vind om even te horen wat jullie denken vanuit ook dus jullie perspectieven. Ja, dus hoe communiceer je? En niet per se, dit ging heel specifiek inderdaad over 1-op-1. Omdat de grotere vraag was ook van bijvoorbeeld met extreem rechts. Iemand die daarop zou stemmen. Of ook als code rood bijvoorbeeld. Hoe verhoud je je tot het rechtse frame? Wat zeg je dan? Ga je heel erg in de aanval in als organisatie? Of zoek je juist die common ground? Wat is jullie strategie? Ja, ik denk als het gaat om extreem rechts, daar moet je niet eens mee in gesprek gaan. Maar daar zullen we het inderdaad volgende week wel over hebben. Ik denk met mensen die misschien niet een directe connectie hebben met de klimaatbeweging, dat we die potentiële bondgenootschappen wel heel actief moeten opzoeken en ons moeten opstellen als samenwerkingspartner. En daar serieus in moeten investeren en dat als een lange termijn commitment moeten zien. Maar dat is natuurlijk wel een echte voorwaarde. Want John had het net over de medewerkers bij Shell die ontslagen worden. En dat we daar solidair mee moeten zijn. Maar om die solidariteit ook echt in de praktijk te brengen, moeten we wel als allereerste een hele sterke en betrouwbare beweging hebben die die verantwoordelijkheid ook aan kan. Ja. Dus dat is denk ik wel makkelijker gezegd dan gedaan. En dat we ons allereerst moeten focussen op bewegingsbouw en dan wellicht op lokaal niveau wel het balletje aan het rollen kunnen krijgen en kunnen experimenteren met solidariteit in de praktijk. En tegelijkertijd ook veel leren van bewegingen uit het buitenland, zoals Chile Jaune of Sunrise Movement. Oké, die gaan ook in de chat. Sunrise Movement en Chile Jaune. Succes, Niels. Nee, maar hier hou ik van, want dat is wel het voordeel trouwens van zo'n soort gesprek, omdat je dus dan wel in de chat dingen kunt opslaan en hopelijk ook interessant materiaal voor de mensen thuis. Dankjewel, Irene. En voor jou heb ik net een andere soort vraag, die ook wel hiermee te maken heeft, toch? Ja, nee, John. Nee, omdat, kijk, bij de FNV, jullie hebben leden. Ja. En daar zit van alles en nog wat tussen, verbonden dus wel door één deel van de strijd, maar ook niet altijd. Klopt, ja. Dus daarom wilde ik hem bij jou iets meer toespitsen, van hoe ga je daarmee om? Ja, kijk, wat ik al probeer, en ik denk dat het ook wel een of tactiek is, probeer te achterhalen waar nou echt het probleem zit. Heel vaak zijn mensen boos ergens op en dat gaat op een gegeven moment een eigen leven leiden. En dan ligt het op een gegeven moment aan de nobele klimaatridders die in deze beweging zitten. Maar daar zit vaak niet het probleem. Mensen zijn vaak boos omdat ze bijvoorbeeld minder loon hebben gekregen, een baan dreigen te verliezen. Hè? Dat is wat Irene het al zei. Ja. En dan moet je het daarover gaan hebben. En als ik één ding heb geleerd, ga niet lopen ontkennen. Dus als mensen ergens boos over worden, is dat je hun probleem ontkent. Ja. En als je ook een frame gaat ontkennen, ga je eigenlijk mee in dat frame. Dus probeer daar zelf een positief frame tegenover te zetten. Mm-hmm. En dat is ook hetgene wat we proberen te doen zijn in de klimaatbeweging. Ja. Dus ik denk dat wel de manier is waarop we moeten werken. Ja. Maar het serieus nemen, dat is een van de belangrijkste zaken. Ja, en misschien daarin van jullie ook leren vanuit de vakbond, omdat jullie dus best lang met veel verschillende soorten mensen werken, überhaupt. Dus dat is wel een interessante. En vice versa. Ook de basisvakbeweging moet ook echt van de klimaatbeweging weer leren. Nou, ja, prachtig. Nee, ik vind het heel mooi dat dit zo wordt uitgesproken hier, toch? Ik bedoel, dat is ook onderdeel van de hele bewegingsopbouw. Ja. En het elkaar opzoeken en proberen te vinden. Dus magic happening in front of my eyes. Goed. En dan hebben we Mayna.
Ik vroeg net dus, ik kom dus sowieso daar bij jullie mee terug. Dat wordt dan ook de laatste vraag van dit stukje. Van oké, hoe nu verder? We hebben dus, ik denk, een mooi gesprek gevoerd, een nuttig gesprek. En hoe kunnen we dit gezegd hebbende door? Dus wat zijn de nieuwe eisen? Wat zouden de eisen moeten zijn, ook vanuit de klimaatbeweging, met dat economisch perspectief en dat inclusieve karakter ook? Hè? Van, hey, we willen juist iedereen mee. En Mayna, die gaat ons verlossen. Die gaat het antwoord geven. Mayna, ben je er al? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Vertel. Nou, kijk, ik denk ten eerste dat we eisen moeten stellen die op dit moment zoveel mogelijk mensen aanspreken. En daarom was het bijvoorbeeld, denk ik, niet dat de klimaatbeweging, zeg maar, uitgesproken anticapitalistisch moet worden. Daar moet een anticapitalistisch element in zijn. Maar wij gaan op dit moment niet de beweging verbreden en versterken rond leuzen als onteigende bourgeoisie of zoiets dergelijks. Dat klinkt ook niet zo lekker, Mayna. Nee. Dat is heel moeilijk, bourgeoisie. Een beetje retorische truc. Maar we moeten een soort van transitie-eisen stellen die wel de kant op gaan van system change, maar die in potentie de meerderheid van de bevolking kunnen aanspreken. Dus ja. dat gaat over geen cent naar fossiel, groene banen, gratis OV, het geld halen waar het zit. Meer publiek, minder markt. Meer boeren, minder vee. Allemaal eisen die, als je ze zou doorvoeren, een gigantische maatschappelijke verandering teweeg brengt. Hè, dit gaat om machtsverschuiving, dit gaat om een hele structurele verandering in de economie. Maar die ook heel veel mensen kunnen aanspreken. En ik denk dat de klimaatbeweging naar dat soort eisen moet zoeken. Ja. Die dus ook gaan over breedte. En daarmee hebben we als eerste eigenlijk onze natuurlijke achterban nog te winnen en te verenigen. Dus voordat we gaan nadenken over hey, hoe kunnen we moeilijke sceptici en de forum aanhangen voor ons kamp in ons kamp krijgen, hebben we nog een heleboel tienduizenden, honderdduizenden mensen die zich grote zorgen maken over klimaatverandering en wat willen doen. Die hebben we te winnen voor een perspectief van transitie en klimaatrechtvaardigheid. Dus daar zit heel veel werk en dat gaat allemaal richting 14 maart. En die mobilisatie, lokale coalities bouwen, daar mensen bijeenbrengen. Eerst onze eigen parochie, om het maar zo te zeggen. En daar is een heleboel werk te doen, maar alle eisen richting transitie en het collectieve en alles weg bij het consumentistische. Ja, en wat ik mooi vind, Mayna, dankjewel voor je bijdrage. En wat ik daar ook wel uit haal, is waar we eigenlijk ook een beetje mee begonnen. Hè? Wat betekent eerlijke transitie? Wat betekent anticapitalisme? Wat betekent system change? Daar praten we best wel veel over, maar wat is dat? En op het moment dat jij zegt, dus die vier leuzen die je net opnoemde, of vijf, ik hoop dat iemand ze heeft opgeschreven. want dat is heel duidelijk, heel concreet. En uiteindelijk spreekt dat denk ik ook aan. Hè? Dus inclusie gaat ook over de taal die we spreken vanuit de beweging. En dat concreet maken, dat is denk ik ook wel iets wat helpt. Dus natuurlijk, de eisen zijn er al, maar hoe worden die vertaald? En ik denk dat je daar een hele mooie voorzet voor hebt gegeven zojuist. Dus hartelijk dank daarvoor. En ik hoop dus dat het inderdaad is opgeschreven. Dankjewel, Mayna. Ik kijk even deze kant op. Nog laatste vragen en opmerkingen vanuit de chat. Ja. Dan kunnen we nog eentje inderdaad meenemen. En dan kom ik echt bij jullie terug. We hebben Nina. Nina? Ben je er al? Nou, dat komt eraan. Ik vind het wel mooi hoe het soort gesprekken dan. Je begint dan een soort van breed en dan wordt het steeds concreter. En dan het geeft mij ook gewoon heel veel energie altijd. Van, oh ja, dit is waar het om gaat. En ook voor de mensen thuis, echt heel fijn dat jullie meedoen. Ik bedoel, ik kan nu de chat niet lezen, maar ik weet dus wel dat dat altijd hele interessante gesprekken zijn. Omdat ik dan, als ik dat vanuit huis doe, dan heb ik echt zo drie schermen waar ik alles op volg. Dus ik hoop dat dat nu ook aan de orde is. En inmiddels is Nina met ons, wat heel fijn is. Nina? Hoi. Hallo, welkom. Hoi. Vertel. Ja, ik wil nog even een korte bijdrage doen die wel aanvult op
waar Mayna het over had. Want ik denk zeg maar ook, ja, wat zijn de periodes, wat ik maar kan herinneren, dat je eigenlijk het meest breed gedragen geluid voor over klimaat hoorde. En waar ik eigenlijk ook het meeste steun vanuit mijn omgeving als activist ervaarde. En ook eigenlijk het minste geconfronteerd werd met sceptische benadering daar, richting daartoe. Dat was, waren gewoon op de momenten dat we als klimaatbeweging sterk waren. Dat we grote en veel mobilisaties hadden. En dat is denk ik ook waar Mayna op doelde. Van in eerste instantie moeten we gewoon als beweging die er is, heel duidelijk de urgentie. Dat is nog wel, denk ik, nog deels belangrijk. Laten horen. Zodat we op die manier denken dat er ook gewoon juist door te laten zien met hoeveel we zijn, veel minder skepsis hebben. En daarmee ook al heel veel meer mensen kunnen overtuigen. Ja, Nina, dan heb ik één wedervraag aan jou. Want ik bedoel, deze reeks heet ook Klimaatstrijd in crisistijd. En een van de uitdagingen is dus inderdaad laten zien met hoeveel, hoe groot de klimaatbeweging is. En in een van de eerdere panels kwam dit ook aan de orde. Zijn er ook momenten tijdens de coronacrisis geweest waarop je dit hebt kunnen ervaren online bijvoorbeeld? Of heb je lessen die je misschien, of ervaringen die je misschien zou kunnen delen om dit gevoel, dus wat je net beschreef over die massaliteit, om dat ook in coronatijden zichtbaar te maken? Nou, ik denk zeg maar, ik heb dat niet zo heel erg gevoeld, zeg maar, vanuit de klimaatbeweging, denk ik, tijdens corona. Ik denk dat het gewoon echt best wel een klap is geweest voor de klimaatbeweging. En dat het ook, ik heb het in een ander, tijdens onze strategiedag het ook erover gehad. Dat ik vind, ja, dat we ook wel steken hebben laten vallen. Dat het niet gelukt is om corona ook eigenlijk te politiseren als een ecologisch, als een klimaatissue. Maar wat wel, denk ik, een moment is waarop ik en ik denk heel veel andere mensen ons heel erg sterk hebben gevoeld tijdens de massale Black Lives Matter demonstraties. Daar gewoon ineens heel erg duidelijk naar voren kwam, ja, hoeveel draagvlak er is voor een geluid tegen racisme, voor een solidaire samenleving. Ja. Dus ja, dat is wel iets wat ik waar ik denk dat het heeft laten zien dat het wel heel erg mogelijk is. Ja. Ja, en wat ik ook hoor is de verbondenheid met verschillende bewegingen ook binnen de samenleving. In het delen van de strijd, maar ook dus in het leren van elkaar. En ook in het motiveren. Dat je dat daar wel kon voelen. Dat geeft denk ik ook wel energie om door te gaan. Dus dank daarvoor. Dat is denk ik ook een les die hier meegenomen is. En John die heeft daar één opmerking over. Ja, dankjewel, Nina. Ik moet even reageren op Mayna. Want ik vind een reactie op Mayna. Ik vind dat Mayna wel heel plat slaat in zijn bijdrage. De vraag was van, zou de beweging anticapitalisme moeten zijn? Ja, dat vind ik wel. Ik vind als je een analyse maakt van dat het probleem, het zit in het economisch systeem, het kapitalisme, dan vind ik dat je daar tegen zou moeten kunnen zijn. In je analyse. Dat heeft helemaal niks te maken met welke eisen je stelt. Want die eisen stel je naarmate de bewustzijn van de samenleving op welk niveau dat zit. Maar ik vind wel dat als je zegt van system change, not climate change. Dan vind ik ook wel dat je moet durven zeggen van in de kern vind ik wel dat we anticapitalistisch zijn. Dus dat wil ik wel even meegeven. Maar dat doet niet af, want ik ben wel echt met Mayna dat de eisen wel dusdanig moeten zijn dat mensen moeten kunnen aansluiten bij de beweging. Ja, en ik denk dat zeg maar wat nu hier gebeurt tussen jou en Mayna, dat waardevol aan zich is, hè? Dus de verhalen hoeven niet allemaal precies hetzelfde te zijn als ze elkaar maar wel ergens raken. Nee, maar dat is heel goed, want dan wordt het wel hard op uitgesproken. En dan, iemand is misschien niet anticapitalistisch. Dat was net ook Eva die aangaf, ik ben niet per se tegen, maar ik vind wel dat. En als we steeds vaker dit gesprek voeren, dan wordt het ook makkelijker te achterhalen van waar vinden we elkaar? En welke leuzen kunnen we ons wel onder verenigen? Dus heel fijn dat je die ook even meeneemt en je eigen ding aangeeft. Thanks, John. John, zei ik niet. John. even de tijd. Ja, ik denk tijd voor de allerlaatste bijdrage. Dus de vraag die ik net stelde, maar je kan hem even breed beantwoorden. Van hoe zie jij de toekomst voor je? Wat zouden we moeten eisen? En hoe wil je zelf door? Wat geeft je ook energie om door te pakken?
Dus om dit blokje af te sluiten. En dan hebben jullie even denktijd. En dan is het einde van deze avond. Dus mocht je nog iets niet hebben gezegd, dan kan je hem bij deze erin fietsen. Dan geef ik je bij deze toestemming. Begin ik een keer bij je. Even kijken. Ik ben bij jullie allemaal wel een keer begonnen. Hè? Nu vrijwilligers. Wil iemand beginnen? Wie weet het al? Nee, jij niet. Jij hebt net gesproken. Moet je zeggen, wie wil beginnen? Behalve John. Ja, nee, dat is... Volgende keer, dankjewel. Noodsteken. Ik zal... Anders beginnen we weer bij John, hoor. Iemand? Nee, ik begin met... Ja, oké. Nou, ik denk dat wat wij moeten eisen als klimaatbeweging, dat we daarin als doelstelling moeten zetten om een brede basis te creëren. En dat daardoor, ook al ben ik zelf... anticapitalistisch vind ik dat als je heel hard inzet op we zijn anticapitalistisch en dat zeg maar de enige oplossing is, dat je daar een heel groot deel van de mensen buiten sluit. Want dan beperk je de klimaatbeweging steeds meer tot zeg maar alles links van de PvdA. Terwijl je eigenlijk zou moeten proberen een brede basis om dat ook, zelfs mensen die niet anticapitalistisch zijn bij D66 of de ChristenUnie, dat die bijvoorbeeld sociaal bewust zijn. Maar ik denk dat het inderdaad wat, om terug op wat we moeten eisen, dat het belangrijk is dat we inderdaad de rechten, de rechten van de mensen die getroffen worden door de klimaatcrisis, naast mensen die worden getroffen door natuurrampen, maar ook mensen die hun baan verliezen omdat er kolencentrales bijvoorbeeld sluiten, dat het belangrijk is om ook die mensen te beschermen. Dat ze dat als eis moeten stellen. Een eis stellen dat ons doel voor de klimaatcrisis moet zijn: iedereen beschermen. Iedereens leven goed houden. Dat eigenlijk. Ja. Dus iedereens leven goed houden. Ja, en dan voor zover mogelijk eigen privileges ook in acht houden. Dat is ook wat je net aangaf. Ja. Dus heel erg bewust zijn van je eigen rol binnen dat systeem, om het zo maar te noemen. En tegelijkertijd wel nadenken over wat nodig is om het makkelijker voor mensen te maken om dus inderdaad die trein te pakken, bijvoorbeeld. Dankjewel. Dat was Sietse van Fridays for Future. Mogen jullie even heel hard virtueel voor klappen. Dankjewel, Sietse. Leuk dat je vandaag met ons was. Iedereen. Ja, het is echt een hele grote vraag en ik heb allerlei verschillende dingen die door mijn hoofd heen gaan. Maar ik denk dat we allereerst gewoon een sterk geluid moeten laten horen en ons niet al te veel... We moeten zelf een sterke analyse ontwikkelen en in gesprek gaan met elkaar, in die discussie aanmoedigen. En vervolgens daarmee de wereld intreden en ons niet al te veel... aanpassen aan wat misschien de status quo is, maar gewoon geloven in wat wij denken dat rechtvaardigheid is. En daarmee die eerlijke transitie concretiseren, maar ook zodra er slachtoffers vallen van oneerlijk klimaatbeleid, dat al meerdere keren is gebeurd, daar de verbinding mee opzoeken en samen met hen als bondgenoten, als samenwerkingspartners gaan organiseren en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we elkaar kunnen versterken en samen die brede beweging kunnen opbouwen. Ik denk dat wat Mayna eerder noemde, degrowth, daar in het hele grote lange termijn plaatje een belangrijke rol in kan spelen. Ja. In hoe wij die transitie zien en ingaan. Maar ja, ik sluit me ook gewoon vooral heel erg aan bij Nina. Het is bewegingsbouw. Sterk staan, sterk voelen als beweging. En daarmee naar buiten treden, dat is zo belangrijk. En dat is ook wat mij als persoon heel veel energie geeft om door te gaan. Het is deel noodzaak. Ik ben ook een jong persoon en ik had grote dromen van een carrière, maar had daarna ook wel snel een reality check gekregen van dat zit er gewoon niet in. Maar deels is het ook gewoon een hele bijzondere ervaring met mensen met waarom ik geef. Samen die straten terugpakken, je krachtig voelen, het idee hebben dat je deel bent van een revolutie. En ook intern heel erg gaan experimenteren met hoe zo'n alternatieve, rechtvaardige, solidaire samenleving eruit kan zien. En dat met elkaar in de praktijk brengen. Nou, dankjewel iedereen. Hier heb je dus ook een tussenjaar voor genomen. Dat is heel mooi. En vanuit je werk met Code Rood en allerlei andere verbanden waar ik jou ook in tegenkom, steeds bij probeer te dragen. Dat is ook heel mooi om te zien. Dank jullie wel. Dit was Irene. En ook een virtueel applaus voor Irene van Code Rood.
En dan hebben we John. Ja, kijk, als vakbond, wat wij doen is een... we zijn bezig met machtsvraagstukken op de werkvloer. Wat wij doen is mensen organiseren op de werkvloer om een tegenwicht te bieden aan de werkgever. De werkgever, de baas, bepaalt alles. Dat er dan het loon aan toe. En als je wat wil bereiken, dan moet je organiseren. Collectief de bokshandschoen oppakken en het gevecht aangaan, zo gezegd. En ik denk wel dat uiteindelijk daar de uitdaging ook ligt voor de klimaatbeweging. Door dat ook te gaan doen op de werkplekken, de klimaat daar ook in te krijgen in de eisen die we stellen. Ja. Hoe produceren wij in de samenleving, ja. Om daar mee te nemen. Maar niet alleen op de werkvloer, maar dat ook te doen in de buurten, bewoners organiseren, op te komen tegen de politiek en op die manier ook wel ja, het verzet tastbaar te maken voor mensen en daarmee ook te gaan groeien. Ja. Dus die kleine overwinningjes binnenhalen en steeds groter worden en groter worden, tot we op een gegeven moment daar zijn waar we willen komen. Dat is in mijn ogen een klimaatneutrale, duurzame wereld, waarin hopelijk iedereen gelukkig kan zijn. En een goed betaalde baan heeft. Maar er ook buik bij van de voorgedeelte. Heel fijn, dankjewel John van FNV. Ook voor John heel graag een mooi virtueel applaus. En als het gaat om elke overwinning vieren. Nou, deze avond is denk ik een heel mooi moment om stil te staan bij wat wel allemaal kan. Toch op een vrije avond hier bij Rupare samenkomen. En allemaal mensen, technici die hier allemaal dit hebben mogelijk gemaakt. Mensen thuis die aan het meekijken zijn, reageren. En hopelijk ook deze energie ook voelen en meenemen. Dus ontzettend bedankt daarvoor. Een stukje bewegingsopbouw heb ik nu ook even plaatsgevonden. Dankzij jullie aanwezigheid, dankzij jullie input, jullie tijd, energie. Maar ook al het werk wat jullie onzichtbaar doen. Ik bedoel, je zit nu hier, maar heel veel gebeurt in die Zoom-calls waar ik het net ook even over had. Lange vergaderingen. Soms met geluidsoverlast. Maar ze vinden wel allemaal plaats. Dus dank jullie daarvoor. Dank voor de inzet, dank voor de inspiratie. En ik denk reden om door te gaan. Dus nou, dit was het einde van deze sessie van Klimaatstrijd in crisistijd. En nog wel een virtueel applaus ook voor jou natuurlijk, Kouter. Het is mijn genoegen om hier met jullie te zijn. En dat meen ik ook echt. Dus ik ben blij dat dat kan. En heel blij dat ik deze reeks vanaf het begin mag modereren. Dus dat is fijn. Dank jullie wel daarvoor. Goed, dit is niet het laatste panel. Zo klonk het wel, hè? Het klonk redelijk dramatisch, maar ik ga gewoon door. Nee, we hebben volgende week nog een panel, inderdaad, 8 december. Het gaat over de klimaatbeweging en extreem rechts. Daar zullen we iets dieper ingaan op de vraag die Teun net ook even stelde, die jullie ook deels hebben beantwoord, wat heel fijn is, want daarmee wordt een voorzet gegeven voor de volgende keer. Hou de nieuwsbrief in de gaten, die krijg je ook op het moment dat je hiervoor bent aangemeld. Nodig vooral ook andere mensen uit, want we hebben het net ook even gehad over het betrekken van mensen. Dat kun jij als individu ook. Dus als volgende keer iedereen één extra persoon meeneemt, dan worden we ook met z'n allen steeds groter. Dus dat is de challenge voor de volgende week. 15 december vindt ook een ander panel plaats. En dat zal gaan over de klimaatbeweging in aanloop naar de verkiezingen. De verkiezingen zijn net ook even kort aangestipt. Dat wordt ook een soort momentum / kantelpunt voor de klimaatbeweging. Eventueel, dat zullen we even af moeten wachten. Maar hoe zal de klimaatbeweging daar naartoe werken? Wat is daarvoor nodig? Daar zal dat gesprek over gaan. Meer informatie daarover zal ook later volgen. En ga ik toch nog één keer het tikkie noemen. Als je zo lang hebt meegekeken, vond je het misschien wel de moeite waard om ook de volgende keer bij te dragen aan het mogelijk maken hiervan. Wat ik net ook aangaf, er wordt ontzettend veel energie, vrije tijd en liefde gestopt in de productie hiervan. Dus het geld zal vooral worden gebruikt voor dingen die echt nodig zijn. De locatie bijvoorbeeld, we mogen hier zitten bij Rupare, wat heel fijn is. Maar er zitten allerlei technische dingen die geregeld worden om ons heen. En dat kost nu eenmaal geld. En we hebben het ook even gehad over geld. Het is fijn om mensen ook te kunnen betalen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk gaat beweging ook daarover. En heel veel mensen doen dit uit heel veel liefde. Maar het is ook fijn om boterhammen te kunnen betalen. En daarin de verantwoordelijkheid te delen. Dus mocht je iets kwijt kunnen, dan kan dat via de tikkie. Muziek was van Rome Collective. Ik vond het zelf echt heel mooi en heel bijzonder. Je kunt ze vinden in de linkjes die we hebben gedeeld. Zowel via de nieuwsbrief als via Zoom. En dan rest mij niets anders om jullie een hele, hele fijne avond te wensen. Je te bedanken voor je aanwezigheid. Check vooral de vorige edities, die staan op YouTube. Zoek op Klimaatstrijd in crisistijd. Hele mooie sessies hebben we ook gehad. Nog steeds relevante inhoud. En dan hoop ik jullie allemaal plus één volgende week te zien. Tot dan. Fijne avond.
let's start with the flavor in you. And I love all the things that you do. Let's start with the flavor in you. And I love all the things that you do. Imagine I'm in the midst of that golden hour light. The leaves reflect an aura when you know you're home tonight. You taste the air and it smells too right. There are a few sights I've seen, like the orange hue setting on stumbles. Opportunities are endless, reflecting the shelters we drive past. People are happy when they're connected. Give me a football for a moment, we're stressless. The cracks for a moment, planes of democracy, equity, I want to give away with my nation. I want a collective memory of what it's like when the sun goes down. Chilling on Lover's Hill, at the center of our town. The orange stained summer breeze night. In Namibia, normal is 22 Celsius degrees, that's just right. We fought like we were divided, but everyone loves the sunglasses. Walk into the shore, peace with the day, and your massless. So I would say, let's make the system change. I would say, let's make the systems change, because the leaves reflect that aura. Imagine I'm finishing golden hour and I see the night critters singing me ballads. It's what I want to preserve if my child couldn't breathe right because of the time. The time is still present right now. I'm going to fight the decay, the seeds and corporations robbing us of the day. My river won't be a sequence of disgusted moral creatures. My river will be our river. I want it to sway in the right roots that fight on the structures, constructing our destruction. One pandemic is here, where's the other? I promote the damage, pronounce the damage. Which point can we fuel the rampage? Can I go back to Lover's Hill, my view still intact? With the bright vision of how I act, are this dunes I age gonna be intact? And when the natural view is gone, will we have that common song? I'm always gonna be searching for golden hour, it's a mood. A soothing light that reminds us where there is more for us to fight. Systems must change. And imagine I'm in the midst of that golden hour light that reflect an aura tonight. That reflect the feelings. Start.